Ja, oké. Goedemorgen, mijn naam is Stijn van Hoeken. Ik ben de productmanager, productverantwoordelijke van Dobies. Dus jullie kunnen mij ook wel in de field misschien eens tegenkomen of aan de telefoon. Ik ga jullie een opleiding geven, Ambiance Pro. Dus Ambiance Pro is onze basisgamma instap domotica eigenlijk. Dan hebben we ook nog het iets meer geëvolueerde gamma, dat is met de Next Server. Daarvoor zijn er volgende week een aantal opleidingen. En je kunt eigenlijk gemakkelijk van het Ambiance Pro gamma overstappen naar het Next gamma, mits bijplaatsen van de Next Server. Maar eerst gaan we het dus hebben over Ambiance Pro, dus ik ga beginnen. Ik ga beginnen met eerst een keer een slide te tonen met de verschillende modules, dus hardware, wat er eigenlijk allemaal in een Ambiance Pro installatie kan aanwezig zijn. Een klein beetje ook over de bekabeling uiteraard hebben. En dan de verschillende manieren om een Ambiance Pro installatie te bedienen, want dat kan niet alleen via de knoppen, maar dat kan ook bijvoorbeeld via een touchscherm of de videofonie, integratie met de Fermax videofonie. Of via de smartphone of tablet kan dat ook bediend worden. Dus ik ga nu mijn scherm met jullie delen, zodat jullie de presentatie kunnen zien. Voilà. Dus we beginnen met de bekabeling. Bekabeling van het robotica-systeem, dus alle verbruikers worden rechtstreeks naar de kas bekabeld. Dus dat zijn alle lichtpunten die we willen schakelen met de robotica, alle stopcontacten, alle motorsturingen voor rolluikscreens, dat kan ook ventilatie zijn. Dus allemaal rechtstreeks te bekabelen naar de kast. De drukknoppen daarentegen, de drukknoppen worden in busstructuur aangesloten. Dus daarvoor schrijven we een FTP-kabel voor. Dus FTP, in principe een UTP-kabel, zou ook voldoende zijn. Dus als er een UTP ligt, is dat geen probleem. De one-wire chipjes, dus de intelligentie die achter de drukknoppen zit, die, de elektronica daarop, die schrijven eigenlijk UTP-kabel voor. Wij gebruiken nog een FTP vanuit het verleden eigenlijk. En ook om eventuele storingen, dat er eventueel ook zouden kunnen zijn, beter op te vangen. FTP, als die juist wordt gebruikt, is dan nog altijd iets beter als UTP. Maar zoals ik zeg, ja, hij moet wel juist gebruikt worden. Want bij FTP zit daar een shield draadje bij. En het shield draadje is wel belangrijk om die storingen op te vangen. Maar moet dan wel van knop naar knop doorgelust worden. En in de kast aan één kant aangesloten worden op de massa van het systeem. Dus onze FTP-kabel die loopt van drukknop naar drukknop. Dus we vertrekken met onze FTP-kabel aan de kast. Daar wordt die aangesloten op een module, wat we straks zullen zien. Dan gaat je naar de eerste drukknop en zo verder naar de volgende drukknop. En zo eigenlijk het verdiep rond tot aan de laatste drukknop. En daar vragen we eigenlijk ook om een retour te leggen naar de kast. Aan de laatste drukknop sluiten we die dan niet aan. In de kast sluiten we die ook niet aan, maar het is eigenlijk een soort van safety line voor als we ooit problemen zouden hebben op de installatie of als er ergens een onderbreking komt, als er in de kabel geboord is of wat dan ook. Dus dan kunnen we nog via de andere weg ook nog de knoppen eventueel aansluiten. We vragen ook zo weinig mogelijk sterpunten en aftakkingen te hebben. Niet dat dat dramatisch is of dat dat niet zou mogen, maar weet gewoon hoe meer sterpunten dat je hebt, hoe meer aftakkingen dat je hebt, hoe korter uw maximale afstand dat gaat eigenlijk zijn om uw knoppen, uw bus te leggen. We schrijven voor dat je zeker 100 meter kunt halen met een FTP-kabel bij de drukknoppen. Ga je daar veel sterpunten of aftakkingen hebben, dan zult je die afstand waarschijnlijk niet halen. Dus daarmee zo weinig mogelijk sterpunten en van knop naar knop in busstructuur werken. Er kunnen meerdere bussen in installatie zijn. Waarom? Ja, per verdiep, zeggen we. Maak een lus per verdiep. Is dat natuurlijk een hele grote afstand. Dan gaan we daar vlot boven die 100 meter gaan. Ja, voorzie dan twee bussen per verdiep of meerdere bussen per verdiep. In de kast, afhankelijk van hoeveel modules er zijn, elke module heeft zijn eigen drukknoplijn aansluiting. De dimmer heeft er zelfs twee, dus er kunnen verschillende bussen in een installatie zijn. Het maakt ook niet uit op welke module of waar de knoppen worden aangesloten.
op welk, allee, er zit geen vertraging op. De verschillende modules worden met elkaar verbonden via CAN-bus. En CAN-bus is een protocol dat ook gebruikt wordt in de automobielindustrie. Dus daar alle elektronica maakt verbinding met elkaar, communiceert met elkaar via CAN-bus. Dus ja, storingsvrij moet dat uiteraard zijn en ook razendsnel. Dus hier is dat ook. Dus een knop, of dat hij iets bedient op zijn eigen module of op een module 50 meter verder, dat gaat er iets zien, die vertraging. Dus het maakt niet uit waar de knoppen op aangesloten worden. En zoals ik al zei, de bus volledig rondleggen en aan één kant aansluiten, dus als extra veiligheid, wordt altijd aangeraden. Niet verplicht uiteraard, maar wordt toch ten stelligste aangeraden. Een voorbeeldje van een kabel ontmantelen en aansluiten. Dus de kabel wordt ontmanteld, liefst met een striptang, niet met een kniptang, want FTP-kabel is... Als je die gaat ontmantelen met een kniptang, is de kans groot als je die dan in wagonkens gaat steken of als je die kabeltjes gaat torsen, dat die afbreken. Hier in dit voorbeeld, dat is dan een ID'ke van ons met de aansluiting massa data. Die aansluiting massa data ziet je dan ook op de modules. Dus het is een tweedraadsbus, de drukknopbus, maar wel gepolariseerd. Dus massa data. Als je hier de witte op de massa aansluit, moet dat in de kast natuurlijk ook de witte op de massa zijn. Dus hier drukknop ID en in dit voorbeeld is er ook een temperatuursensor. Hier de temperatuursensor en eventueel statusledjes op dit printje. Maar dat is eigenlijk een printje dat gebruikt wordt in een Next installatie. Dus temperatuursensoren, en een keer dat we daarover praten, statusleds, dan... praten we eigenlijk over een Next installatie. Straks ga ik ook wel tonen dat er een mogelijkheid is om in Ambiance Pro enkele statusledjes aan te sluiten. Dus statusledjes, als je in de knop de status wilt zien van een bepaalde uitgang, dus een ledje wilt laten branden, dan bestaat er in Ambiance Pro ook een mogelijkheid om dat te doen. Maar niet voor alle uitgangen. Dat kan alleen maar in een Next installatie. Dus voor 1, 2 of 3 uitgangen lukt dat wel. Maar straks daarover meer. Dus aansluiting en drukknop. Dus hier worden aangesloten. Bij ons dus een FTP-kabel heeft 4 paarkes. In principe worden er bij ons altijd maximum 3 paarkes gebruikt. Tenzij we de CAN-bus ook om een of andere reden moeten mee in de installatie krijgen. Maar in dit geval dus 1 paardje voor de drukknop, 1 paardje voor de data van de temperatuursensor en 1 paardje voor de voeding. Voeding kan zijn voor de temperatuursensoren, kan zijn voor statusleds, maar de voeding kan ook nodig zijn voor bewegingssensoren. Dus pirkes, we hebben ook onze eigen pirkes die je straks zal zien, die je ook in een installatie kan plaatsen. En die kunnen eigenlijk meegeplaatst worden op de drukknoplijn, maar ze moeten wel voeding krijgen. Een gewoon ID'ke krijgt geen voeding of krijgt zijn voeding via de datamassa. Dus hier het shieldraadje dat wordt... getorst, verbonden dus van de ene FTP naar de andere. We raden die ook aan om die af te tapen eigenlijk. Dus hier wordt die rond de kabel gedraaid en afgetaped. Om te vermijden dat natuurlijk het shieldraadje gaat te maken met data of met voeding of zo, dat het daar nergens hangt tegen te bengelen. Dus dan hier wordt met drukknoppen en temperatuursensor en een ledje eventueel. Dus nog eens schematisch voorgesteld. Hier hebben we onze voeding, een relaiskaart en een drukkaart in dit geval. Dus deze relaiskaart krijgt voeding. De CAN-bus tussen de verschillende modules is de zwarte kabel. De DIM-kaart is iets anders dan een relaiskaart in die zin dat een DIM-kaart geen voeding krijgt via onze voeding. Die wordt eigenlijk rechtstreeks aangesloten. De verbruikers, hier in dit geval lichtpunten of stopcontacten of ventilatie of wat dan ook, worden dus rechtstreeks naar de kast getrokken, rechtstreeks op de aansluitklemmer onderaan aangesloten. En de drukknoplijn hier van boven, dat is de massadata op de module, de massadataklem op de module. Dus die loopt zo in het huis en gaat van drukknop naar drukknop. En hier is dat niet getekend, dus eventueel dan ook een retour terug naar de kast, maar in de kast niet aan te sluiten en niet aan te sluiten in de laatste knop.
Nu ga ik jullie een overzicht geven van de verschillende modules. Dus de verschillende modules die in de kast kunnen aanwezig zijn, waar je dus verbruikers kunt op aansluiten. Dat zijn de modules die er allemaal kunnen zijn. Dus de relaismodule, dimmer, 0-10 volt stuurmodule, DALI stuurmodule en dan de CAN-programmer Plus, CAN-programmer Plus. Dat zijn de modules die je nodig hebt om met de software je installatie te gaan configureren. En dan uiteraard onze voeding. Daar juist al iets gezegd, communicatie tussen de verschillende modules gaat via de CAN-bus, die razendsnel en storingsvrij is. En de bediening van de modules is via digitale drukknoppen. Dus ID-ken die achter de knoppen zit, achter de gewone knoppen. Dus knoppen kan van gelijk welk merk zijn. En daar wordt een ID-ken van ons achtergezet. Dat zijn 16 unieke karakterkens, dus twee ID-kens. Dezelfde ID-ken installatie is uiteraard ook niet mogelijk. En met die digitale drukknoppen werken we eigenlijk al van het vorige systeem, SX Evolution. Dus we hebben daar al enige ervaring mee en blijven die gebruiken. De eerste module die ik jullie toon is eigenlijk de meest gebruikte module, de meest belangrijke module, is de relaismodule. Dus die ziet er zo uit. Wat hebben we aan de bovenkant? Aan de linkerkant hebben we daar een vijfpolige connector op, waarvan eigenlijk enkel en alleen nog de twee rechtse klemmen worden gebruikt. Dat is de aansluiting Massa Plus, dus de voeding. Onze voeding is een 15 volt DC voeding, dus die wordt hierop aangesloten. De drie andere klemmen worden eigenlijk niet meer gebruikt, stammen nog van het vorige gamma, van het SX-gamma. Waarom staan die er nog op? Ja, omdat we nog altijd de mogelijkheid hebben om deze module eigenlijk, en de hardware is nog altijd de hardware die gebruikt wordt van, laten we zeggen, 10 jaar geleden, of langer misschien zelfs. En mits vervangen van die controller, dat is een controller die er kan opgeplucht worden, en we kunnen daar ook nog een oudere controller opsteken om die module compatibel te maken met oudere systemen. En dan is het mogelijk, MB is het busprotocol van vroeger. Dus via die weg, er is daar Steve, kun je een keer kijken voor die microfoon te dempen, want ja, ik hoor hier altijd zo dingen tussen. Dus dat is het busprotocol van vroeger en de drukknoplijn, LI is de drukknoplijn van vroeger, die kunnen aangesloten worden, dus ja, wordt nu niet meer gebruikt, dus voor jullie in principe niet meer van toepassing, tenzij op echt oude installaties komt van meer dan 10 jaar geleden. Hier zit een RJ12 connector op, wordt ook niet meer gebruikt, is ook een connector, dus nu op een nieuwe module, als je een nieuwe module bestelt, als je die krijgt, die connector zal er niet meer op zitten, maar je zal wel zien dat hier een plaats is voorzien voor die connector eventueel op te zetten. Maar is ook voor oudere installaties. Is eigenlijk om oude installaties te programmeren via een seriële kabel. Dat ging nog via een seriële kabel, seriële verbinding met de PC en via een seriële software. Dus maar niet meer van toepassing, wordt niet gebruikt. Hier uiteraard wel. Hier twee RJ12 connectoren, dat is de CAN-bus. Dus CAN-bus verbinding naar de verschillende modules. Dus als je van een module naar hier komt, wordt hierop ingeplucht en gaat dan hier verder naar een volgende module. Heeft geen in- en out om te zeggen, dus in principe maakt het niet uit of je hier toekomt en daar vertrekt. Dus dat maakt niet uit. Hier tussen die twee RJ12 connectoren heb je een resetpad. Als die module om een of andere reden moet gereset worden en je hebt niet de mogelijkheid om de volledige spanning van de installatie of van die module af te zetten, kan je door hier contact te maken met je schroevendraaier deze module op zijn eigen een reset geven. Tweepolige connector MD, dus MD die ook op de drukknop ID staat, dus aansluiting, drukknop aansluiting van de modules, tweedraads. Hier staat een knopje, dat is een knopje, een serviceknopje noemen we dat. Die serviceknop hebben we eigenlijk eenmalig nodig bij de opstart van de installatie. Die hebben we nodig om de module een adres te geven. Dus de software, straks ga ik jullie de software tonen samen met een kast. Dus ga ik ook het knippergedrag en zo van de modules tonen. En zal je zien, als je de software in adressering zet, dan moet je eenmalig op die serviceknop duwen om je module een adres toe te kennen. De adressering, de volgorde van de adressering, die bepaal je helemaal zelf. Maar, dus die knop staat ook eigenlijk op elke module. Die knop
Helemaal op het laatste van de slide hier zal je ook zien dat die knop ook kan gebruikt worden om knoppen toe te kennen aan de module zonder de software te gebruiken. Dus er bestaat ook een mogelijkheid om knoppen aan een uitgang toe te kennen zonder software. Dat kan wel enkel en alleen in kleine installaties, dus in appartementjes en zo wordt dat wel eens gebruikt, om snel toch daar licht te hebben, toch knoppen te kunnen bedienen. Maar het gaat enkel en alleen wel een knop die aangesloten is op deze module, kan dan wel enkel en alleen op deze module iets bedienen via die weg. Via software uiteraard kun je knoppen die hierop aangesloten zijn op andere modules ook iets laten bedienen, maar zonder software gaat dat niet. Dan hier een switchje, een belangrijke, want het wordt wel eens vergeten. Dat is de afsluitweerstand van de CAN-bus. CAN-bus moet langs weerszijden afgesloten worden, dus de eerste module en laatste module op een installatie moet dat switchje op omgezet worden. Dus je ziet hier on staan, dus hier is dat in dit geval naar de linkerkant. In sommige modules staat die in 90 graden gedraaid, dat switchje, dus naar de onkant is op. Eerste en laatste module. Vroeger in onze SX-installaties, wie er misschien ooit mee gewerkt heeft, moest daar fysisch een 4K7 weerstand op geplaatst worden op de bus, op de laatste module. Hier hebben we ervoor gekozen dus om dat met switchjes te doen, dus dat de weerstand niet kan verloren worden of wat dan ook. Dus hier is dat een weerstandje eigenlijk van 120 ohm dat mee op de bus wordt geplaatst. En de CAN-bus, als je daarop meet, moet je altijd 60 ohm meten. Dus als je daar via ohm, dus weerstand op meet, moet je 60 ohm meten. Hier onder die afsluitweerstand heb je twee klemmetjes waar je eigenlijk de CAN-bus kan opmeten. Dus als je daar met je multimeter meet, ohms, moet dat in een correct afgesloten installatie 60 ohm zijn. Dat zijn twee weerstanden van 120 ohm parallel dan. Hè. Dus de eerste en de laatste meet je daar bijvoorbeeld 40 ohm, dat wil zeggen dat er een weerstand te veel zal opstaan. Dan heb je drie weerstanden parallel en dat zal dan 40 ohm zijn. Dus daarmee, dat is wel een belangrijke. In kleine installaties zal dat op zich niet zo'n grote problemen geven als die er niet staat. Allee, als die niet correct is afgesloten, in kleine installaties bedoel ik dan als dat allemaal in dezelfde kast zit. Als de CAN-bus dan gewoon van de ene module naar de andere module gaat en misschien 1 meter is in totaal de CAN-bus. Zal dat op zich niet zo'n grote rol spelen. Waar dat dan wel heel belangrijk is, is dat als je verschillende kasten hebt die wel op een beetje afstand van elkaar staan, dan is dat wel belangrijk dat die afsluitweerstanden juist staan. Allee, het is altijd belangrijk, maar daar kan het echt problemen geven. Dan aan de rechterkant. Dus deze module, eerst even zeggen, deze module heeft dat is een 8-kanaalsmodule, dus uitgangen op aangesloten worden, dus verlichting, stopcontacten, screens, ventilatie. En kan uitgebreid worden tot 12. Dus hier via die connector, de link-out connector noemen wij dat. Dus dat is een grijze, dat is een zwarte. Zwart nemen we altijd voor CAN-bus, grijs is voor uitbreidingen. Op zich, connector is hetzelfde. We hebben ook zwarte kabeltjes en grijze kabeltjes. Die zijn alle twee dezelfde, maar het is om toch geen vergissingen te maken dat de CAN-bus niet op de link-out wordt aangesloten en omgekeerd, maken we een onderscheid in kleur. Dus zwart is CAN-bus, grijs is altijd voor uitbreidingen op aan te sluiten, link-out. Dus hier kan een uitbreidingsmodule van ons op aangesloten worden. We hebben drie soorten uitbreidingsmodules. Een uitbreidingsmodule is altijd 4 extra relekjes. Dat kan enkelpolig zijn, enkelpolig onderbroken zijn, dat kan dubbelpolig onderbroken zijn, of dat kunnen potentiaalvrije contactjes zijn. Als je ergens potentiaalvrije sturing moet sturen naar poortcontacten of ventilatiesystemen of wat dan ook, of ventielen, dan kan dat via een potentiaalvrije uitbreidingsmodule. Dus je ziet hier ook al staan, dus dat gaat hier tot 8, 19, 11, 12 en een gemeenschappelijke 12 volt. Eigenlijk die connector en die connector, dat zijn dezelfde. Hier heb je de mogelijkheid om dat via schroefconnectoren en via draadjes een uitbreiding op aan te sluiten. Hier is dat gewoon via een patch kabeltje. Die connector staat er nog altijd op, wordt eigenlijk bijna nooit gebruikt als je het via patchjes doet. Maar de reden dat die er nog op staat is omdat je eigenlijk via die weg ook kunt gaan aftakken voor statusledjes te hebben. Dus zoals ik daar juist zei, er is een mogelijkheid om in Ambiance Pro ook statusledjes te gaan koppelen. Het gemakkelijkste is dan gewoon de uitgangen waarvan dat je statusledjes wilt,
Sluit die aan op de uitbreiding, hè, dus op de uitbreiding hiernaast komt, 19, 11, 12. En dan kun je eigenlijk via de gemeenschappelijke plus 12 volt en uitgang 19, 11, 12, kun je eigenlijk tot maximaal hier in dit geval 4 statusletjes gaan koppelen. Natuurlijk, per statusletje heb je, één statusletje heb je 2 draden nodig, de gemeenschappelijke plus 12 volt en de 9 heb je, wil je ervan 2, is een extra draadje, dus je moet natuurlijk wel zien dat je nieuwe kabel, je FTP-kabel, daar maar 8 draadjes in zitten, hè, 4 paardjes, waarvan 1 gebruikt is al voor drukknoplijn. Als daar ook nog 1 is gebruikt voor voeding, voor sensoren bijvoorbeeld, dan heb je nog 4 draadjes in principe over, dus 3 statusletjes zouden dat dan zijn. Dus er is wel een mogelijkheid om een aantal statusletjes te voorzien, ook in Ambiance Pro. Ja, wat heb ik hier nog niet gezegd? Dus 8 uitgangen, enkel polig onderbroken, dus voor 230 volt. Dus de onderkant, hè, worden de uitgangen op aangesloten met een gemeenschappelijke neuter, hè, enkel polig onderbroken. Hier is de toevoer, dus een 230 toevoer dan, om er 230 te laten uitkomen. 230 volt, ja, 16 ampère max, dus daar zitten 16 ampère reletjes op. En eigenlijk is het zo, wat dat je erin steekt, komt eruit. Dus je kunt er ook 24 volt of zo mee schakelen, of 12 volt. Als je nu 24 volt contacten nodig hebt, of 12 volt contacten, ja, steek er 24 volt in en er zal 24 volt uitkomen. Hoge inschakelstroom tot 120 ampère. Een aantal jaar geleden, 4-5 jaar geleden, hebben we onze relais met komst van de LED-verlichting allemaal laten aanpassen. Dus nu staan daar speciale relais op met die hoge inschakelstromen kunnen verdragen, omdat onze LED-verlichting is wel, ja, zuiniger en zo verder, maar kan heel hoge inschakelstromen genereren. Met alle gevolgen van dien, dus ja, dat de contacten kunnen blijven plakken en zo verder kunnen inbranden. Dus daarom zijn de relais tegenwoordig allemaal voorzien van dat die inschakelstromen tot 120, allee, dat is kortstondig natuurlijk, hè, dat is enkele milliseconden, dat die 120 ampère inschakelstroom kunnen verdragen. Dus voor verlichting, rolluiken, screen, stopcontacten, ventilatie. Dus die 4 uitgangsjes 12 volt DC voor de uitbreidingsmodule. Via die weg, hier is dat wat moeilijker, want dan zou je die kabel moeten gaan ontmantelen, maar via die weg kun je eigenlijk ook gewoon een extern relekje gaan koppelen. Zeg nu, als je nu 1 extra relekje, een vermogen relekje, zou moeten aansturen, moet je daarvoor geen uitbreidingsmodule erbij aanhangen, maar zou je hier gewoon via de plus 12 volt en de 9 of 10 of 12 een 12 volt vermogen relekje kunnen of een contactor kunnen laten aansturen zonder dat je daar een uitbreidingsmodule aanhangt. De voeding 15 volt DC. Het maximum verbruik van een relekkaart als alle relais zijn aangetrokken is 450 milliampère. Ja, belangrijk om te weten om voor je voeding eigenlijk. Hè. Onze voeding is een 2 ampère voeding. Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk 4 relekkaarten, 4 keer 450 milliampère, dus 4 relekkaarten kunt op één voeding zetten. 4 relekkaarten zeg ik, of 3 relekkaarten plus uitbreiding. Want een relekkaart plus uitbreiding is ongeveer 600 milliampère, dus maal 3, 1800 milliampère. Dus ja, als alles aangetrokken is, kan onze voeding dat zeker trekken. De grote 19 op Dinray, de mogelijkheid is om een drukknop aan te sluiten en de maximale aantal drukknoppen dat je op die module kunt aansluiten, op welke module kunt aansluiten eigenlijk, is 128 ID's. En de communicatie via, tussen de verschillende modules verloopt via CAN bus. Dat zijn onze uitbreidingen, dus onze uitbreidingen waar je overal dan ook die grijze connector ziet opstaan. Dus om aan te sluiten op een relaiskaart of op een 010 volt stuurmodule kan dat ook aangesloten worden. Daar komen we straks bij. Dus hier ook die schroefconnector om het via de draadjes nog aan te sluiten eventueel of om via die weg dan af te takken naar een statusledje. De toevoer. Dus 230 volt, dus in 3 uitvoeringen, dubbelpolig onderbroken, potentiaalvrije contactjes en enkelpolig onderbroken. Hier deze 2 staan 10 ampère relais op en de enkelpolige is een 16 ampère relais dat erop staan. In principe 230 volt, kan ook 12 volt zijn, 24 volt. Hier ook, maar hier zijn de potentiaalvrije contactjes.
Dus vier uitgangen, dubbelpolig, potentiaalvrij, enkelpolig. En die moeten altijd, dat zijn sleefmodules, hè. Dus op zijn eigen kunnen die modules eigenlijk niks. Die moeten altijd gestuurd worden. Dus de intelligentie van het sturen zit op de relaiskaart of op de 010 volt kaart. Dus moeten alles gestuurd worden door een relais, stuur of 010 volt module. Stuurmodule is ook een mogelijkheid. Wat is een stuurmodule? Dat is eigenlijk een relaiskaart zonder relais, om het zo te zeggen. Stel nu voor dat je ergens enkel en alleen potentiaalvrije contactjes moet sturen. Dan moet je daarvoor geen relaiskaart opofferen. Je zou dan eventueel kunnen zeggen, ik ga gewoon een stuurmodule plaatsen. En op die stuurmodule kan ik dan twee uitbreidingen zetten. Een stuurmodule ziet er dan zo uit. Voilà. Hier is het. Het ziet er hetzelfde uit als een 010 volt stuurmodule. En hier kan ik mijn eerste uitbreiding ophangen, mijn tweede uitbreiding. En kan ik eigenlijk acht relaisjes potentiaalvrij gaan sturen. En de intelligentie is eigenlijk hetzelfde. De versie die daarin zit, is hetzelfde als een relaiskaart. Dus kan ook dezelfde functies hebben als een relaiskaart. Een uitbreidingsmodule, maximaal 160 mA verbruik. Dus met, samen met die 450 mA van de relaiskaart komen we daar ongeveer op 600 mA. Dus, en is 4 DIN groot op DIN RAI. De volgende module is een universele dimmer. Het woord zegt hetzelfde, universeel. Dus daarmee kun je in principe alles dimmen. Alles dimmen wat dimbaar is. Kan zowel voor inductieve, capacitieve als resistieve belasting. Gloeilampen, bestaat er niet meer. Of retrofitlampen of ledlampen. Kan eigenlijk allemaal, of halogeenlampen ook. Wat zien we op deze module dan? Dus ook hier weer de twee aansluitingen voor CAN-bus. Hier zit de bus termination, dus de afsluitweerstand van de CAN-bus is hier de dienen, in het rood. Drukknop aansluitingen. Hier zijn er twee drukknop aansluitingen op. MD1 en MD2, dus twee drukknop aansluitingen die kunnen gebruikt worden. D3, D4 worden niet gebruikt. Ja, dat is nog een iets oudere sticker, die staat er tegenwoordig niet meer op, dus dat wordt eigenlijk niet gebruikt. En die connector wordt ook niet gebruikt, dat is voor toepassingen. De universele dimmer is in de tijd gemaakt geweest voor pro-installaties, maar kon ook ingezet worden nog op SX-installaties. Dus hier op die connector zit dan de buscommunicatie eigenlijk op voor oudere installaties. Dus die connector in nieuwe, voor de pro-installatie wordt dan niet gebruikt. Aan de onderkant vier uitgangen, dus dat is een vierkanaals universeel dimmer, dus met een gemeenschappelijke neuter hier, dus 1, 2, 3, 4. En de input is 230 volt, 6 ampère max. Dus die vierkanaalsdimmer is 400 watt per kanaal. Kun je daarmee dimmen? 400 watt per kanaal is dan wel puur resistief. Dus als dat ledverlichting is, dan is dat natuurlijk geen 400 watt. Dat, volgens de bepaalde regel zou dat 10% dan zijn, dus zou dat 40 watt zijn. Afhankelijk van type ledverlichting zal dat bij sommigen wel iets meer zijn, maar ja, uiteraard geen 400 watt. Wat zien we hier nog in? Hier zitten we de serviceknop. Dus die serviceknop dat daar juist bij de relaiskaart bovenaan stond om een module te adresseren, staat hier aan de linkerkant hier. Dus hier staat de serviceknop. Hier staan ledjes data power. Op elke module staan er twee ledjes op. Een groene led en een rode led. De groene led die knippert altijd. Dat is de voedingsled eigenlijk. Die knippert altijd volgens een bepaalde frequentie. Dat zal ik jullie straks tonen. En de rode led, die brandt eigenlijk enkel en alleen in Ambiance Pro, brandt die enkel en alleen als er op een drukknop geduwd wordt. Dus elke keer als er een drukknop ID wordt herkend, zal die rode led oplichten. En bij één module in de installatie die master wordt gezet. In een Ambiance Pro installatie moet er altijd één module master worden gezet. Heeft geen belang welke module dat is. Het is gewoon de module die master is, die gaat de sferen en zo verder opslaan. Je moet wel een mastermodule maken, anders kun je geen sferen maken. En als een installatie geen mastermodule heeft, is er ook geen mogelijkheid om te kunnen importeren je installatie via de smartphone of via de tablet. Hier vier ledjes voor je vier kanalen. Dus die zullen oplichten als de kanalen geschakeld worden. En hier heb je nog een resetknop, dus om de module een reset te geven zonder dat je daarvoor de voeding moet afzetten. Dus hier ook met de schroevendraaier contact maken om de module te resetten.
Ja, hier nog eens een overzicht, 4 uitgangen geschikt voor alle type belastingen. Daar zit een elektronische kortsluitbeveiliging op en een thermische beveiliging intern. Voeding wordt rechtstreeks dus via 230 volt gevoed. Dus de enige module dat eigenlijk niet via de Dobis voeding wordt gevoed, maar rechtstreeks 230 volt. Even groot als de rallykaart, 9 din. Hier zitten dus 2 drukknoplijnen op voor 128 ID's, 128 verschillende knoppen. En communicatie gebeurt ook via de campus. De volgende module is de 0,10 volt of 1,10 volt stuurmodule. Dus dat is, ja, die staat ook in het gamma van de dimmers. Ja, het is geen dimmer eigenlijk, het is een 0,10 volt stuurmodule die een externe dimmer dan aanstuurt of een externe driver aanstuurt. Zoals bij elke andere module, 2 campus aansluitingen. Hier de bus afsluitweerstand, campus afsluitweerstand. De serviceknop om de module dus te adresseren. Het resetpad om de module een reset te kunnen geven zonder daarvoor de spanning te moeten afleggen. Voedingsaansluiting, drukknop aansluiting. 2 grijze connectoren. In dit geval, dus wacht, ik zal eerst die onderste connector, dus 8 0,10 volt output kanalen met 2 keer de gemeenschappelijke massa. Dus hier komt, als men stuurt, tussen de massa en een 1, 2, 3 of 4, 10 volt uit, als we aan het timmen zijn, tussen 0 en 10 volt. Tegelijkertijd wordt hier, als we massa 1 bijvoorbeeld nemen, wordt hier op de eerste uitgang 12 volt opgezet. Dus hier is dat een, kan een uitbreidingsmodule op aangesloten worden voor kanaal 1 tot 4. Waarom is dat? Omdat soms is het nodig bij 1,10 volt sturingen dan vooral, om ook de 230 kant te gaan onderbreken. Dus als we hier een uitbreidingsmodule via een link-out kabeltje op aansluiten, kunnen we daar dan de 230 volt kant van die sturingen aan de onderkant van de uitbreidingen sturen. Dus de uitbreiding hierop. Hè. Dus hier maakt de verbinding. Hier kunnen we dan de 4 keer de 230 volt kant gaan onderbreken. En, voilà, aan de andere kant. Afhankelijk of dat de kanalen worden gestuurd. Dus hier wordt bij kanaal 1 te sturen, wordt hier 12 volt mee aangezet voor de 230 volt kant te gaan voeden of te gaan onderbreken. Hier is hetzelfde voor kanaal 5 tot 8, om ook die kant te gaan onderbreken. En zoals ik zei, die module wordt als relais stuurmodule. Dus neemt als die, dan wordt die gewoon geladen, wordt dan een andere versie ingeladen en kunnen daar 2 uitbreidingen mee gestuurd worden om als je 8 dubbelpolige relais bijvoorbeeld nodig hebt of 8 potentiaalvrije contactjes, is dat ook een mogelijkheid. Oké, dus dat is het belangrijkste van die module. Dus 8 uitgangen voor sturing van externe dimmers, LED-drivers, RGB-drivers enzovoort. 8 keren wordt er 12 volt DC synchroon geschakeld via die link-outs, hè, via die grijze connectoren. Wordt gevoed met 15 volt DC, maximaal 600 mA verbruik, ja, afhankelijk van de belasting dat er aanhangt uiteraard. De grootte van die module 5 DIN op DIN-RAI en heeft een drukknoplijn, 1 drukknoplijn voor 128 ID's en communicatie via de campus. Een volgende stuurmodule, past ook in het DIM-gamma, is een DALI-stuurmodule. Meer en meer zijn er verschillende type drivers die niet aanstuurbaar zijn of waar je de keuze hebt om aan te sturen via 0,10 volt of via DALI. Dus daarom hebben wij ook een DALI-stuurmodule in ons gamma opgenomen. DALI, ja, sommige mensen hebben het misschien al tegengekomen, andere mensen misschien nog niet, maar is ook een bepaald protocol. Er wordt data gestuurd naar de driver. Heeft zijn voor- en zijn nadelen. Voordeel is qua kabelage. Dus je moet niet met elke driver naar de kast komen. Dat wordt veel gebruikt in kantooromgevingen en zo. Omdat je daar eigenlijk, als je met een kabel, een 5G, 1,5 kunt vertrekken. Je hebt 2 stuurdraden. 2 stuurdraden voor het DALI-protocol. En je hebt dan 2 draden voor de voeding. Je vertrekt naar je eerste armatuur en je kunt eigenlijk van armatuur naar armatuur gaan en zo verder. Dus je moet niet per armatuur naar de kast komen. Dus je vertrekt vanuit de kast 1 keer naar een eerste armatuur. En je kunt eigenlijk op die manier 64 armaturen daar aanhangen.
Het nadeel ervan is dat er iets meer configuratiewerk aan te pas komt. Want elke armatuur moet afzonderlijk geadresseerd worden. Elke armatuur krijgt een afzonderlijk adresje. Die adressen moeten dan bij ons aan een uitgang gelinkt worden. En wij kunnen oftewel een adres sturen of een groep sturen. Wat is dan een groep? Een groep is verschillende adressen gecombineerd. Dus neem nu dat je zegt van oké, ik heb adres 0 tot adres 4, maar ik wil die eigenlijk altijd samen aansturen. Dan kan daar via DALI software een groep van gemaakt worden dat uitgang 0 tot 4 samen aangestuurd worden. Die groep wordt dan bij ons geïntegreerd in een uitgang en op die manier kun je die eigenlijk ook gaan aansturen en dimmen. Dus iets meer configuratiewerk. Die configuratie daarvan gebeurt eigenlijk ook buiten ons. We hebben daar bijvoorbeeld in ons gamma ook iets een DALI-interface opgenomen om de modules te kunnen gaan adresseren. En een aparte software, dus om het adresseren mogelijk te maken en het groeperen mogelijk te maken. Dus ja, configuratiewerk is iets meer wel. Wat hebben we daar dus? Ja, voeding. Dobis voeding moet erop gezet worden. De serviceknop, de twee CAN-bus-aansluitingen. De CAN-bus-afsluiting. Weet ook dat er op die module geen drukknoplijn staat. Dus daar hebben we bewust voor gekozen om op die module geen drukknoplijn te zetten. Onderaan hebben we de aansluitingen voor DALI-bus. Die staan allemaal parallel op elkaar. Dus DALI ja, heeft in principe ook geen polariteit. Maar ja, we hebben hier wel DA plus, DA min. Waarom is dat? Ja, als je meerdere DALI-modules met elkaar gaat verbinden en je gaat ook van die parallel gaan zetten, moet je dan wel rekening houden met de plus en de min. DALI Power, onze module, dus de DALI bus moet ook gevoed worden. Oftewel kan dat via een aparte voeding, oftewel kan dat via onze module. Hier staan twee jumperkes op. Als je die jumperkes eraf neemt, zet je geen DALI voeding op de bus. De jumpertjes erop zetten wel DALI voeding op de bus. Dus wat kunnen wij daarmee doen? Ja, 12 DALI-uitgangen aansturen. Dus dat kunnen zijn 12 verschillende adressen, of dat kunnen zijn groepen. Of een allesbroadcast, ja, dan wordt er gewoon eigenlijk naar alle armaturen tegelijkertijd een aan- of uitcommando gestuurd of een dim-commando gestuurd. Dus voeding 15 volt DC, maximaal 150 mA verbruik. En de grootte is 3 DIN. Dus geen drukknoplijn hier bij deze module. En de communicatie ja, is uiteraard zoals alle andere modules via CAN. Programmer. Programmer Plus. Eigenlijk hardwarematig dezelfde module. Alleen kan die nog in twee versies verkregen worden. Afhankelijk van de versie die wij erin laden. Een gewone CAN-programmer. Voor wat is een CAN-programmer nodig? Je moet uiteraard een installatie gaan configureren via software. Je moet dus je PC op een of andere manier kunnen verbinden met je modules. Dat gebeurt via de CAN-programmer. Dus wat doet de CAN-programmer? Die zet eigenlijk het netwerkcommando om in CAN-bus-commando. Dus onderaan netwerkaansluiting, LAN-aansluiting. Dus in principe, een CAN-programmer wordt geplaatst op een router. Dat is het gemakkelijkste. Plug and play. Je steekt de programmer op de router. Steekt uw PC op de router en je kunt met elkaar communiceren. Je kunt ook, om te configureren, uw PC rechtstreeks op de CAN-programmer aansluiten. Indien er geen router aanwezig is, kan ook. En op die manier kun je ook gaan programmeren. Houd er wel rekening mee, als je uw PC rechtstreeks aansluit op de CAN-programmer, dat je soms wel een minuutje of twee minuten moet wachten dat de connectie gelegd kan worden. Dat ligt niet aan de CAN-programmer, maar dat ligt dan eerder aan de PC. Omdat ja, als uw PC niet op netwerk is aangesloten, gaat hij zijn eigen IP-adres toekennen, maar dat kan eventjes duren. Bij de programmer is dat ook zo, als hij niet op netwerk is aangesloten, maar op uw PC, kent hij zijn eigen IP-adres toe. En op die manier wordt de connectie, de communicatie gelegd. Voedingsaansluiting. Hier één CAN-bus-aansluiting, omdat deze module altijd als eerste wordt geplaatst op de installatie. En de bus afsluitweerstand zal hier in principe standaard meestal op ontstaan. Dus programmer, het woord zegt het zelf, om uw installatie te gaan programmeren, kan eigenlijk na de programmatie verwijderd worden uit de installatie. Meestal wordt die wel mee verkocht en meegeplaatst in de installatie, want ten eerste om de eindklant
eventueel zelf ook de mogelijkheid te geven om aanpassingen te doen aan zijn installatie via de software. Maar nog meer omdat die nodig is voor smartphone of tabletbediening. Dus die moet er blijven staan, uiteraard, als je de klant wil mogelijkheid geven om alles te bedienen van op zijn smartphone of tablet. Ik zeg wel bedienen, hè, weet, via smartphone en tablet bedienen kan via de CAN-programmer. Als je praat over configureren en zo, heb je altijd software nodig. Dat is met een Next server, in het hogere gamma is dat anders. Maar daarover volgende week meer. Enkel ook belangrijk, enkel via de lokale wifi te bedienen. Dus bedieningen van op afstand zijn niet mogelijk in het Ambiance programma. Hiervoor ook moet er overgestapt worden naar de Next server. En dan het verschilletje nog, we hebben een CAN-programmer Plus. Wat is die Plus? Dat wil zeggen dat er Plus, er zit iets extra bij, er zit een astroklok ingebouwd. Dus een astroklokje is aanwezig in een CAN-programmer Plus, waardoor dat je tot 40 programmaties kunt gaan aanmaken. Dus je kunt die programmaties maken op basis van uur. Dus gewoon om dat uur een bepaald licht uit, om een ander uur licht aan, licht uit. Of op basis van zonsopgang of zonsondergang kun je gaan sturingen maken. En niet alleen zonsopgang of zonsondergang, maar ook x aantal minuten of uren voor of na zonsopgang en zonsondergang. Dus Programmer Plus, hetzelfde als de programmer, installatie configureren, bediening via smartphone, tablet en de astroklokfunctie zit erin. Die astroklok, meestal wordt een programmer uiteraard op het netwerk geplaatst, op het thuisnetwerk, zodat ze met hun telefoon daar ook gewoon via de wifi op kunnen. Als die op het netwerk zit, geen enkel probleem, dan de astroklok, die wordt altijd via het internet juist gezet. Weet wel dat een programmer, als die niet op het internet zit aangesloten, heb je daar ook een mogelijkheid om een batterijke in te steken. Waarom is dat nodig? Omdat tijd en datum worden wel bijgehouden. Elke keer als je iets exporteert, gaat tijd en datum van je pc naar de programmer gestuurd worden. Die houdt dat intern bij, tot als er een spanningsonderbreking is. Als er een spanningsonderbreking is, dan is hij tijd en datum kwijt. En daarvoor is er de mogelijkheid wel om een lithiumcellicum, een CR2032 is dat, om dat daarin te steken, om toch ook daar in dat geval tijd en datum bij te houden. Maar nogmaals, niet nodig als hij aangesloten is op internet. Wel nodig als hij om een of andere reden niet op internet is aangesloten of dat je toch al programmaties wilt doen en het internet is nog niet aanwezig. Ja, weet dan wel, na spanningsonderbreking, zonder batterij is hij de klok kwijt. Dus CAN-programmer Plus, 5 gevoed, 15 volt, 2 DIN groot voor het configureren met de PC, bediening smartphone, tablet via wifi, dus zowel iOS en Android is er een app beschikbaar in de Play Store of App Store. Met de astroklok en communicatie via de CAN-bus en met de PC via het LAN, via het netwerk dus. Onze voeding, ja, weinig over te zeggen. 230 volt in, 2x15 volt out. En het belangrijkste is eigenlijk dat het een 2 ampère voeding is. Dus daar moet je wel rekening mee houden voor dat je weet hoeveel modules dat je er maximaal kunt ophangen. Dus in het normale geval is dat 4 relais modules of 3 relais modules met uitbreiding. 15 groot en kortsluitvast, thermisch beveiligd. Dus dat is eigenlijk alles van hardware in de kast. Nu eventjes kort iets over de verschillende manieren om installatie te gaan bedienen. Voilà. De bedieningen dus kan via de gewone drukknoppen. Hè. Er wordt altijd in een installatie natuurlijk x aantal drukknoppen aanwezig. Kan ook via bewegingssensoren zijn. Touchbutton is eigenlijk een beetje vervanger van drukknoppen. Als je veel drukknoppen op een algemene plaats hebt staan, dat je op een duur niet meer weet van oké, welke knop bedient wat, zet je beter met een touchbutton. Een touchbutton is een aanraakschermpje waar dat je een aantal knoppen kan configureren en ook tekst erbij kan zetten, zodat je direct weet van oké, die knop bedient dat. Een iButton is met sleuteltjes gaan werken, zoals we straks zien. Smartphone, tablet en dan 2 integraties
met Vermax, videofonie, de VOX6 en de Meet Monitor. Dus de digitale drukknoppen hebben we in 4 gedaante, dus een enkelvoudige, dubbelvoudig, viervoudig en zesvoudig. Massadata aansluiting, zoals massadata op de modules, dus 2-draadsbus gepolariseerd op aan te sluiten en van drukknop naar drukknop te gaan. En dat zijn dan de drukknopcontacten, in dit geval 2, waarbij je moet weten dat de blauwe de gemeenschappelijke is en de gele is het contactje. Bij een gewone drukknop niet belangrijk, wel belangrijk bij gemeenschappelijke drukknoppen, drukknoppen waar een gemeenschappelijke is bedoel ik, dus zoals Nico-drukknoppen met een comma bijvoorbeeld, dan moet je de blauwe op de comma aansluiten en zijn de gele dan de contacten 1, 2, 3 tot 6 of tot 4. De blauwe zijn ook onderling doorverbonden op het printje, dus je hoeft maar één blauwe aan te sluiten. Je moet ze ook niet doorlussen met elkaar, je mag die even goed dan afknippen. Dus één aan te sluiten en de gele zijn de contactjes. Wij zijn op een kabeling, daar juist al een keer gezegd, is FTP-kabel aangeraden. Bustopologie bij zo weinig mogelijk sterpunten, dus drukknoplijn, MD. Geen meervoudige aansluitingen, dus probeer ook te vermijden in de kast zelf, van als je verschillende bussen hebt, van die niet op dezelfde module te gaan aansluiten, maar te verdelen op de modules. Hoe meer je verdeelt, hoe beter. Niet alleen naar werking toe, omdat aftakkingen zijn afgeraden, maar ook, je weet nooit dat er een module om een of andere reden defect is. Natuurlijk, ja, de drukknoppen op die module gaan dan niet meer werken. Als je dan meerdere drukknoplijnen hebt, ja, heb je meer kans dat er nog meer blijft werken. Te verbinden met eender welk merk van drukknoppen, hè, dus elke... We spreken dus wel over drukknoppen en geen schakelaars. Hè. Dus het moeten wel drukknoppen zijn, dus monostabiele drukknoppen. Dus de knoppen die terugkomen eigenlijk. Hè. Blauw is de comma, geel is het drukknopcontact en 1, 2, 4 of 6-voudig. Bewegingssensoren die er zijn, dus dat is onze mini-pier, zoals we hem noemen, in te bouwen in een blind plaatje. Beschikbaar in wit en in zwart. Aansluiting, 4 draadjes komen daaruit. Massadata, blauw, blauw-wit. Dus aan te sluiten op de drukknoplijn. En bruin, bruin-wit is dan de voeding. De voeding kan gewoon de voeding zijn van Dobis. Dus die kan gewoon meegestuurd worden in het huis. 15 volt voeding mag dat zijn. Maximum 30 volt. En de PIR detecteert. Wetende we bij PIR, de PIR detecteert wel eenmalig om de... 35 seconden. Dus je zal zien straks in de software, er is een speciale functie voorzien voor de PIR. En dat is eigenlijk een aan-vertraagd uitfunctie. Dus als de PIR beweging detecteert, gaat het licht aan. En na een bepaalde tijd, als er geen beweging meer is, vanzelf uitvallen. Als hij weer beweging ziet na zoveel seconden, dan wordt de timer telkens herstart. Maar het is wel zo, om de drukknoplijn niet nodeloos te belasten, dat de PIR maar eenmaal om de 35 seconden, beweging kan zien. Dus weet dan ook wel dat je die timer, je kunt die aanpassen, die aanvertraagt uit, maar zet die nooit minder als die 35 seconden, want ja, anders kan je voorhebben dat het licht al uitgevallen is en dat de PIR nog niet in de mogelijkheid is om een nieuwe detectie te gaan waarnemen. Dus hou daar rekening mee. Hier ja, nog een iets oudere foto, maar de plafondversie van deze. Het is eigenlijk de PIR die in Rosetteke zit ingebouwd, dus de PIR is hetzelfde. Hier, ja, dat zijn nog oude aansluitingen, maar de aansluiting is nu ook hetzelfde. Blauw, blauw-wit, bruin, bruin-wit. Dus om in te bouwen in plafond of schiprokwand of wat dan ook. En deze is geen bewegingssensor, maar dat is eigenlijk een oplossing om externe bewegingsdetectoren of contactjes, dat kan ook raamcontacten zijn, deurcontacten, contacten van het alarm, om die eigenlijk ook te gaan binnennemen op de drukknoplijn. Hier ook weer, je ziet dezelfde aansluiting, blauw, blauw-wit, bruin, bruin-wit, dus blauw, blauw-wit, massadata, bruin, bruin-wit, voeding. En hier, zwart en geel, is een contactje. Dat printje zet eigenlijk, zowel bij het sluiten van het contact, als bij het openen van het contact telkens een ID. Dus dat zijn 2 verschillende ID's dat je dan iets mee kunt doen. Dus dan kun je van je, als je raam geopend wordt, iets laten sturen, een externe bewegingsdetector iets laten sturen, zowel bij het sluiten als bij het openen.
van een alarmcentrale. Als uw alarm wordt geactiveerd wordt, kun je daar dan een panieksfeer mee lanceren. Dus ja, dat is een printje dat er tussen geplaatst kan worden. Dus bewegingssensoren gewoon aan te sluiten op de drukknoplijn, gevoed via Dobi's voeding. De digitale ID is inbegrepen, dus die zit in de PIR zelf ingebouwd. Dus die worden gewoon geconfigureerd zoals een gewone drukknop. Die komen gewoon op de drukknoplijn binnen, zoals een normale drukknop. En worden ook geconfigureerd zoals een gewone drukknop. Dus die DO5367, dus dat is dat printje. En daar hebben we dan twee digitale ID's. Eén ID bij het sluiten van het contact, één ID bij het openen van het contact. De touchbutton, verkrijgbaar in wit, grijs en aluminiumkleur. Ja, zoals je hier ziet, mogelijkheid om dus een tekstbestandje erop te zetten. En dat zijn dan de verschillende knoppen die er zijn. In dit geval kan dat geconfigureerd worden voor 4, 6, 8 of 12 knoppen. In dit geval zijn dat 12 knoppen, dus hier zie je 6 knoppen. Als je daar op de slider duwt, komen er nog eens 6 knoppen tevoorschijn. In dit geval zijn dat dan 8 knoppen. Je kunt ook configureren dat er maar 4 knoppen zijn, dan zal die slider niet zichtbaar zijn en heb je enkel die 4 knoppen. Het kan verticaal of horizontaal gemonteerd worden. Aan te sluiten op de drukknoplijn, dus hier ook weer gewoon op de drukknoplijn te plaatsen en moet voeding krijgen via de Dobi's voeding. Dus 6, 8, 12, 6, 4, 6, 8 of 12 bedieningen. En elke knop, zoals is zowel via de touchbutton als met een gewone knop eigenlijk, elke knop kan twee functies hebben. Hè. Dus je hebt de korte drukknopfunctie en dan de langere drukkenfunctie, die kan ook geconfigureerd worden. De ID's hier in dit geval zitten ook erachter gewerkt, dus die zijn allemaal inbegrepen. En is ook te configureren zoals een gewone drukknop. Een i-button, leeskop en sleutels, ook een manier van bediening, wordt ook soms geplaatst. Hè. Dus we plaatsen een i-button, leeskop, die wordt aangesloten ook, dus die moet voeding krijgen, die wordt aangesloten op de drukknoplijn. En de ID zit eigenlijk in die sleuteltjes. Dus je kunt dan eigenlijk verschillende sleutels hebben voor iedere bewoner van het huis, bij wijze van spreken. Dat hij zijn eigen sleutel heeft om het huis binnen te geraken of om met die sleutels een bediening te gaan doen. Dat kan allemaal afzonderlijk geconfigureerd worden. Hè. Dus dat zijn allemaal ID-kens die dan binnenkomen en worden ook geconfigureerd zoals een gewone knop. Om uitgangen aan of uit te schakelen, contactjes te sturen, sferen op te roepen. Alles wat je met een gewone knop eigenlijk kunt. Op de drukknoplijn. De led op de leesknop, daar zit ook op die leeskop een ledje achter die je kunt continu laten oplichten om hem terug te vinden of enkel kunt laten oplichten als er iets gestuurd wordt. Kan ook. Normaal doet maar. Dan smartphone of tablet. Daar is eigenlijk niks aan te configureren. Het is te zeggen, de configuratie gebeurt via de software. Je hebt je installatie geconfigureerd via de software. En dan via de app, die gaat eigenlijk alles gaan importeren wat in de installatie zit. Alles wat in een groep zit, is daarvoor belangrijk. Straks in de software zullen we zien om alles in groepen te zetten. Elke uitgang, elke gebruiker, verbruiker die in een groep staat, die wordt binnengehaald en wordt binnengelezen in de app. Dus als je wil dat er bepaalde uitgangen niet worden binnengelezen, dan moet je die eigenlijk uit een groep verwijderen. Dus hier in het licht of in het donker. Hier is het van smartphone en dat is hoe je het op een tablet zult zien. Dus iOS, Android, automatische import. Alle uitgangen die geconfigureerd zijn in groepen worden geïmporteerd en ook de sferen. Enkel via de lokale wifi, daar juist ook al gezegd. En enkel mogelijk als de CAN-programmer of de CAN-programmer Plus in de installatie aanwezig is en blijft staan uiteraard en op het netwerk is aangesloten. Integratie met Fermax, dus de VOXS monitor. Dat is een Dux monitor, dus de aansluiting. De voeding krijgt eigenlijk via Fermax, via Dux tweedraadsbus. Videofonie en parlofonie gaat ook via die weg. En er moet wel een aparte getrokken worden naar de installatie en naar de videofoon voor de CAN-bus.
Dus videofonie, parlofonie gaat via de Dioxbus en CAN-bus, dus de communicatie tussen de verschillende modules, daar komt ook de VOX6 monitor op. Hier ook, ja, het grote voordeel is daarvan natuurlijk, je hebt die daar toch staan voor je videofonie, dus kun je die evengoed ook gebruiken voor je Dobis bediening. Hè. Dus daar staat een applicatie op van Dobis, ook waar het alles automatisch op geïmporteerd wordt, dus ook niks aan te configureren zoals de app eigenlijk. Dus alles wat in groepen staat, wordt automatisch geïmporteerd en ziet je op je scherm. Dus twee busaansluitingen, Duox voor het Fermax gedeelte, CAN-bus voor het Dobis gedeelte. Configuratie gebeurt vanzelf. Instant feedback aan-uit, dus ja, uiteraard zie je daar direct als je op knoppen en zo bedient, zie je daar direct op het scherm ook de veranderingen. Integratie Fermax-functies, ja, je hebt een aantal Fermax-functies, zoals de F1, dat is een knop die erop staat. Of als je een oproep binnenkrijgt, kun je daar ook bepaalde sferen aan koppelen. Dus als er iemand aan je deur staat, ze bellen, de Fermax-videofoon gaat, het geluidje gaat af, maar misschien op sommige plaatsen hoort je dat geluid niet goed. Dan kun je daar een sfeer aan gaan koppelen, dat op die plaatsen dat je een aantal lichten laat knipperen of een buzzerje laat gaan of wat dan ook. Dus er zijn een aantal functietoetsen van de Fermax monitor waar je een Dobis functie kunt achtersteken. En die VOX6 heeft ook beeldgeheugen, hè, dus die neemt een foto van wanneer er aangebeld wordt. Een tweede Fermax integratie is de Meet monitor, dus dat is het IP-gamma van Fermax. Dus alles via IP, dus daar geen aparte aansluitingen. Die monitor wordt gevoed via PoE, dus één aansluiting, dus gewoon één netwerkaansluiting naar de post. Gewoon natuurlijk een PoE-injector of een PoE-switch moet er natuurlijk wel dan in een kast geplaatst worden om die monitor te kunnen voeden. Maar hier ook, applicatie staat er standaard op, dus niks aan te configureren, niks aan in te stellen. Alles wordt automatisch geïmporteerd. Het is eigenlijk gewoon de app die je via smartphone of tablet hebt, die daar opgeplaatst wordt. Op die monitor, ja, je hebt de keuze. Hè. Dus oftewel is de integratie, als je een Ambiance Pro installatie hebt, oftewel ja, met de Next kan er uiteraard ook alle twee. De Meet monitor verkrijgbaar in 7 inch of 10 inch, wit of zwart. PoE gevoed, dus communicatie hier. Zowel via Dobis als Fermax gebeurt via IP. De app is geïnstalleerd, de installatie wordt automatisch geïmporteerd en alle uitgangen die geconfigureerd zijn in groepen en de sferen worden getoond. Hier is er ook de mogelijkheid dan voor het Fermax gedeelte, dus om doorschakeling naar telefoon te hebben. De auto-learn functie voor knoppen. Dus dat is eigenlijk de mogelijkheid om je knoppen te gaan zonder software gaan configureren. Dus dat was wat ik daar juist zei. Dus als je met die... eventjes teruggaan naar onze relaiskaart bijvoorbeeld. Die serviceknop, die je normaal gezien enkel gebruikt voor je module te adresseren. Als je die 6 seconden ongeveer induwt, dan gaat je module in een auto-learn functie. Je zult zien dat het knippergedrag van de module dan verandert. Dus waar die normaal gezien... continu knippert met een frequentie van ongeveer 4 maal per seconde, gaat die dan continu opgelicht worden. En als je dan elke keer op de serviceknop duwt, dan gaat je eigenlijk tussen de verschillende uitgangen gaan schakelen. Dus je schakelt dan 1, 2, 3, 4 en je gaat zo verder en je komt weer terug. Dus dat gaat eigenlijk in een loop altijd. Drukknoppen die aangesloten zijn op deze module, als uitgang 1 is opgelicht, als je dan op de drukknop duwt, dan gaat die uitgang 1 een keer schakelen en dan wordt eigenlijk knop 1 aan uitgang 1 gelinkt. En zo kun je dat dan eigenlijk doen voor verschillende knoppen en verschillende uitgangen. Dus je kunt eigenlijk knoppen gaan configureren zonder software. Maar zoals ik daar juist al zei, enkel mogelijk voor knoppen die op deze module zijn aangesloten, die hierop je dan iets willen bedienen. Dus wordt gebruikt voor kleine projectjes, voor in appartementjes en zo. Hè. Dus, oké, eventjes terug. Auto-learn, zowel eerste en tweede functie kun je dat doen. Enkel schakelfuncties, dus ja, sferen of zo kun je daar ook niet gaan integreren. Of pulsjes. Ja, dat moet allemaal via de software. Hè. Maar als je ze al geconfigureerd hebt, die knoppen, je kunt ze dan nadien wel in de software inlezen en verder gaan bewerken. Feedback-ledjes.
zoals ik daar juist ook al gezegd heb. Hè. Dus die connector zit er nog op en dat is eigenlijk de reden dat die er nog op zit. Anders zouden we die evengoed kunnen weglaten. Maar wordt ook soms nog gebruikt en gevraagd om van één of een paar uitgangen toch een feedback te hebben. Alleen een feedbackledje aan te sturen. Dus ja, plus de gemeenschappelijke plus 12 volt, 19, 11, 12 kan afgetakt worden. Maar programmeer uw installatie, allee, of voorzie uw installatie dan ook zo dat je de lampen waar je feedback van wilt, dat je die op de uitbreiding eigenlijk aansluit. Hè. Dus je kunt in principe 5 feedbackleds per FTP-bus gaan voorzien. Ja, enkel en alleen natuurlijk als je de 2 draden voor massadata gebruikt hebt en als je nog geen voeding voorzien hebt voor bewegingssensoren of iets anders. Hè. Dan zou je in principe nog 1 gemeenschappelijke 12 volt ten dienen hier vrij hebben en 5 contacten voor uitbreiding. In een Evolution Pro of in een Next installatie gebeurt dat via een afzonderlijke datalijn. Dus daar kun je wel veel meer feedbackledjes gaan configureren en ja, dat gaat via een tweedraadsbus. Oké, daar zijn we door die hardware en bedieningsmogelijkheden. Dus nu ga ik de software een keer openen. Ik heb hier ook een camera gemonteerd op de kast, dus hier zien jullie de kast met een voeding relaiskaart, ja, waar ik het frontpaneeltje van afgehaald heb om het knippergedrag beter te kunnen bekijken. Dus mijn relais, een uitbreiding. Ik heb hier nog een 0,10 volt module ook, dus de CAN-bus, hè, dus de CAN-programmer zit hier. CAN-programmer, de CAN-bus gaat hier. Van mijn programmer naar mijn relaiskaart, van mijn relaiskaart naar de 0,10 volt module. Dat wil ook zeggen, hier staat de afsluitweerstand op en hier staat de afsluitweerstand op. Dat kun je uiteraard niet zien. Dus dopingsvoeding, een uitbreiding gekoppeld op mijn relaiskaart. En hier 2 uitbreidingen gekoppeld op mijn 0,10 volt. Dus een die hier en een die langs de onderkant. Hier zit nog een printje op, maar dat is gewoon eigenlijk ja, een klein printje om hier een aantal ledjes te kunnen rechtstreeks op aansturen, zodat je straks ja, toch een keer iets een lichtje ziet branden. Die programmer zit dan op het netwerk aangesloten, dus een netwerkkabel. En hier van onder, ja, ziet je niet goed, maar zit mijn routerke. Hier bovenaan heb ik een touchbutton om straks een aantal bedieningen te kunnen tonen, omdat we nu een aantal oefeningen eigenlijk gaan maken. Dus de oefeningen die normaal gezien in een Ambiance Pro-opleiding door de installateur zelf worden gemaakt, ga ik nu eigenlijk tonen en samen met jullie eens overlopen. De software staat hier ondertussen open. Ik zal hem een keer even afsluiten. Hij staat hier onderaan, want eigenlijk als je de software opent, wordt er automatisch de link gelegd en de verbinding gelegd met de installatie. Dus ik open mijn software. Dus hij is aan het opstarten. En hij zegt, de verbinding met de CAN-programmer werd succesvol geïnstalleerd. Dus eigenlijk, als je de tijd niet hebt om dat te lezen, dat is goed nieuws. Dat wil zeggen dat de verbinding is gelegd. Anders zou er de melding zou erop blijven dat de verbinding maken mislukt is. En dat wil dan zeggen dat er ergens een netwerkprobleem is. Hè. Is de PC niet op hetzelfde netwerk aangesloten als de programmer? Zit de netwerkkabel niet in? Misschien staat je wifi nog open en staat je wifi nog geconnecteerd op een hotspot? Of iets dergelijks, dus dat kan wel zijn. Dus. Maar alleszins, als je niks gezien hebt, ja, ik heb verbinding met de installatie, ik heb verbinding met de programmer. De software zelf, eventjes kort overlopen de verschillende knopjes die er allemaal op staan voor ik mijn modules ga inlezen of ga adresseren enzovoort. Dus hier informatie over de modules, informatie over de uitgangen van mijn modules, de knoppen die kunnen aangesloten zijn, de sferen die je kan maken. Dus een sfeer, wat is een sfeer? Een sfeer is eigenlijk een verzameling van verschillende acties. Als je met één knop 2 lichten wil bedienen bijvoorbeeld, dat is een sfeer. Dus altijd als er meer dan 1 actie moet geschakeld worden, of aan of uitgezet worden, of geschakeld, of knippertoestanden, dat zijn altijd sferen. Dat moeten we in de sfeer gaan configureren. En programmaties, dat zijn dus de Programmer Plus zaken die erbij gekomen zijn, dus de AstroClock programmaties. Dus automatische bedieningen via de klok of via zonsopgang, zonsondergang. Dit menu is enkel beschikbaar indien je dan beschikt over een Programmer Plus. Als je een gewone CAN-programmer hebt, dan gaat dit menu grijs zijn en niet beschikbaar zijn.
Dus de verschillende menus, wat hebben we hier nog staan? We zullen hier bovenaan beginnen. Ja, de taal in te stellen, verschillende talen die beschikbaar zijn. De instellingenknop, ja, wat zie je weer? De versie standaard autodetect, dat wil zeggen, als dat vinkje aanstaat, dat mijn programmer automatisch de link, allee, dat mijn software automatisch de link gaat leggen met mijn programmer, zonder dat ik het IP-adres, dus daar moet ik eigenlijk allemaal niet aankomen, dat gaat gebeurt automatisch. Versie kan programmer, ja, kan soms belangrijk zijn als er ergens een probleempje is. Dat, het kan zijn dat iemand van onze techniekers zal vragen naar welke versie staat erop. Dus hier kan je dat terugvinden. De software kan wachtwoord beveiligd worden als je het ook niet wilt dat er iemand anders daar veranderingen aan doet. En instellingen opslaan, dat is eigenlijk nog eens proberen de verbinding te gaan leggen met mijn installatie. Vraagteken. Als ik hierop klik, krijg ik eigenlijk de PDF met de handleiding. Is handig uiteraard. Als je ergens bent op de werf en je weet ook niet meer van ja, hoe moet ik nu een sfeer maken of hoe moet ik beginnen en eraan beginnen. Zonder daarvoor te bellen. Ja, kun je al het eerste handleidingen raadplegen. Hier staat eigenlijk alles van begin tot eind geschreven wat er eigenlijk allemaal in zit. En wat je eigenlijk allemaal kunt doen. Hoe je installatie eigenlijk moet opbouwen. Gewoon afsluiten. Voor de rest firmware knop. Wat is dat? Dus hier hebben we de mogelijkheid om te gaan checken of dat er nieuwe versies beschikbaar zijn. In principe in Ambiance Pro is dat al eventjes dat daar niks aan veranderd is. Omdat dat goed werkt ook uiteraard. Dus hier kun je gaan checken als je over nieuwe versies gaan beschikbaar zijn. Je weet nooit dat er toch nog zaken bij komen. En via die weg kunnen die versies dan naar de modules geduwd worden. In principe voor nieuwe installaties niet nodig. Kan wel nodig zijn als je ergens een keer op een depannage komt. Een oude installatie. Waar dat je dan ziet bij modules van oké, die module heeft versie zoveel en dat is toch niet de meest recente. Dus de mogelijkheid om de modules een upgrade te geven naar een recentere versie. Dus als ik daar op klik, selecteer ik de versie. In Ambiance Pro is het zo dat de modules versie 21 allemaal hebben. Dus is dat niet zo, dan ja, is het misschien een keer aangeraden om een upgrade te doen. Onderaan de bekende zaken in software. Hè. Dus een nieuw projectje beginnen, openen van een... als je een bestandje wilt openen, een backup wilt inladen of zo. Bestandje opslaan, opslaan als, om het ergens een backup te gaan hebben. Dat is altijd belangrijk van een backup op te slaan. Als je een installatie geconfigureerd hebt, zorg ervoor dat je een backup hebt. Je weet nooit dat de klant achteraf veranderingen doet. Dat hij iets fout doet, dat er dingen beginnen verkeerd te lopen sinds dat jij daar weggegaan bent. Dat je toch nog altijd kunt teruggaan naar een goed werkende toestand. Het kan ook zijn natuurlijk dat er een keer een module defect gaat. Daarvoor ook, als er een nieuw module moet geplaatst worden, moet een backup dan teruggeplaatst worden. Dus zorg ervoor dat je altijd een backup beschikbaar hebt. PDF-export zal ik straks tonen. Dus als je je installatie opgebouwd hebt volledig, kun je alles in een PDF gaan exporteren. Waarin dat je dan eigenlijk een overzicht hebt van alles wat in je installatie beschikbaar is. Hè. Dus je modules, je uitgangen, je knoppen. Welke knop bedient wat? Wat zit er in welke sfeer? En zo verder. En dan twee belangrijke knoppen hier. Hè. Importeren, exporteren. Hè. Importeren is informatie uit uw modules gaan halen. Exporteren is wat ik configureer naar mijn modules gaan duwen. Volledig project. Standaard staat het op volledig project. Dus dat als je iets verandert, dat eigenlijk alles verstuurd wordt. Hè. Zowel modules, uitgangen, knoppen. Ja, soms is het handig als je een grote installatie hebt om dat op huidig onderdeel te zetten. Als je een keer ergens ene knop een configuratie aanpast, dat je daarvoor niet helemaal alles moet versturen. Kan nooit kwaad natuurlijk, maar ja, het duurt iets langer. Oké, dus nu ga ik dat hier eventjes verkleinen. Zullen we dat al de kast zien. Dus ik begin nieuwe installatie. Ik heb mijn modules gemonteerd. Dus mijn modules die knipperen. Dus de normale knippergedrag van mijn programmer is met een hartslag. En telkens twee keer gezet, telkens twee keer knippert. Dat wil zeggen dat hij een IP-adres gekregen heeft van de router. Is dat niet het geval? Knippert hij niet of knippert hij maar één keer? Dat wil zeggen dat hij geen IP-adres heeft gekregen. Dus dan is er ergens een probleem met de connectie tussen de programmer en de router. Om een of andere reden is er geen IP-adres toegekend.
Knippert hij drie keer. Hij kan ook drie keer knipperen. Dat wil zeggen dat hij waarschijnlijk vast, allee, dat hij rechtstreeks aangesloten is op mijn PC. Dus dat ik een rechtstreekse link gelegd heb tussen mijn PC en de RJ45 netwerkkabel. Rechtstreeks mijn PC aangesloten met de programmer. Dan zal hij drie keer knipperen. Maar in dit geval knippert hij dus twee keer. Hij is aangesloten op een routerke. Hij heeft een IP-adres. Dus dat is oké. Mijn modules. Dat is het standaard knippergedrag bij een Ambiance Pro-installatie. Voor de mensen die volgende week ook de opleiding Next gaan volgen, dan zullen ze zien dat het knippergedrag van de Next verschillend is. Dus zo kun je al op een installatie direct gaan zien van oké, wat voor installatie heb ik hier. Dus relaiskaart, 0-10 voltkaart en op de uitbreidingen knippert er niks, omdat dat gewoon sleefmodules zijn. Dus daar gaat enkel een ledje op branden als die uitgang geschakeld is. Het eerste dat ik dus moet doen, is mijn modules gaan adresseren. Op het moment dat ik op die module adresseerknop ga klikken, wordt er een commando eigenlijk op de canvas gezet. En dan ga je zien dat het knippergedrag gaat veranderen. Dus ik druw op mijn knop en het knippergedrag, de module gaat trager knipperen. Dus zowel deze module als deze module. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat die modules nu klaar zijn om geadresseerd te worden. Dat moet uiteraard altijd eerst gebeuren, dus dat is altijd een eerste indicatie om te zien oké, is mijn canbus wel correct aangesloten? Want het zou kunnen dat er, ja, misschien zit er een canbuskabeltje of zo hier bovenaan niet goed in. Of ja, is er een probleem met mijn module toch? Ja, als hij niet in snel in dat traagknipper mode gaat, dan is er al een probleem op de canbus en gaan uw modules al niet kunnen geadresseerd worden. Dus nu zegt mijn software bezig met scannen, druk op de serviceknop van de modules in de volgorde. Dus je gaat zelf de volgorde gaan bepalen. Dus ik ga op mijn eerste module duwen, dus hier. Op het moment dat ik geduwd heb, ziet je ook dat mijn module weer sneller begint te knipperen. En die wordt in de software toegevoegd. Dus dat is mijn eerste. Ik ga nu naar mijn tweede module. Voilà, mijn tweede module wordt nu ook toegevoegd. Je gaat sneller knipperen. En hij zegt hier, dat is een 0-10 volt module. Dus ik heb mijn twee modules dat ik hier in mijn kast heb, in mijn installatie ingelezen. Dus mijn module 1 en module 2. Wat zien we hier nog? Telkens als ik op, hier aan de linkerkant op module klik, of straks bij uitgangen of bij knoppen, is dat hetzelfde. Dus ik klik hierop en aan de rechterkant zie ik eigenlijk altijd meer info over die module, over die uitgang, over die knop en zo verder. Over die sfeer. Dus wat zie ik? Dat is adres 1, dat is een relais-module, versie 21, dus dat is de laatste versie dat erop staat. Tijd tot de tweede functie, die kan ik gaan aanpassen. Hè. Dus je weet, elke knop kan twee functies hebben. Elke module heeft zijn eigen drukknoplijn, dus je kunt gaan individueel gaan bepalen van op die drukknoplijn wil ik, als ik een tweede functie oproep, dat dat langer duurt, dat je geforceerd eigenlijk langer moet gaan duwen op die knop om tot de tweede functie te komen. En dan zie ik hier ook nog rol, sleef of master. Dus standaard staan ze allemaal in sleef en één module moet ik master maken. Dus ik maak deze module master bijvoorbeeld. Ik ga dat al exporteren. Dus hij verstuurt alles. En je zult ook zien hier meteen ook dat die nu begint rood te knipperen. Met een tragere frequentie als het andere. Maar zo zie ik direct visueel. Denk niet van oké, er is iets rood, er is iets verkeerd. Nee, in Ambiance Pro installatie moet dat gewoon zeggen. Deze module is de master module van mijn installatie. Mijn tweede module is datzelfde. Hè. Dus mijn adres, type, versie en zo verder. Adres wijzigen, adres wissen is in principe niet nodig. Tenzij dat je een module zou moeten veranderen. Als je in een bestaande installatie, in een werkende installatie, ergens een module moet veranderen, een module 2 of een module 3, zeg maar iets, dan moet je ervoor zorgen dat je nieuwe module ook terug adres 2 of adres 3 krijgt om de backup te gaan versturen. Hè. Dus dan moet je even voor gaan zorgen dat je het adres wijzigt dan, naar het adres. Dat is eigenlijk alles wat je hier moet doen bij modules. Dus dan kunnen we naar uitgangen gaan. Hè. Wat zien we bij uitgangen? Ja, de lijst bij de relaiskaart en bij dimkaart. Dus mijn verschillende uitgangen die ik kan hebben. Hè, dat kunnen er 12 zijn, van 1 tot 12. En bij een dimmer zijn dat er 8. Hier, zoals ik zei, als ik erop klik, extra info aan de rechterkant over mijn uitgang. Ik kan ook mijn uitgang al een keer testen. Dus als ik mijn eerste uitgang test, door hier op on-off te klikken of door hier te dubbelklikken, schakel ik mijn eerste uitgang. Dus je ziet hier mijn eerste ledje is aan, dus mijn eerste uitgang is geschakeld. Ik kan dat bij 0-10 volt zelf doen, dan zult je hier de eerste lamp zien oplichten. Dus ik dubbelklik hierop, dus mijn eerste lampje gaat hier branden. Dus aan, uit.
De software, ja, ik ga nu de software een beetje configureren. Dus ik ga een aantal uitgangen gaan benoemen, zodat we daarachter een aantal toepassingsjes uit het, het dagelijks leven eigenlijk kunnen gaan simuleren. Hè. Dus ik klik erop, mijn uitgangen zelf gaan benoemen, gebeurt via hier. Dus. En hier ga ik wc beneden aanmaken. En zo kan ik eigenlijk met de pijltjes hier altijd naar de volgende uitgang gaan. Hè. Dus ik pak mijn tweede uitgang, dat is mijn inkomen. En zo maak ik eigenlijk al mijn dossierken op. Hè. Dus. Screen inzetten. Screen op. Neer. En we gaan er ook nog een ventilatiesysteem in steken. Dus ventilatie stand 1. En ventilatie. De 010 volt ga ik ook nog een aantal benoemen. Dat is mijn de woonkamer. Eetkamer. Slaapkamer. En de nachthal. Well. Mijn uitgangen zijn benoemd. Al mijn uitgangen die aangesloten zijn. Dus veronderstellen dat er uitgang 5 tot 8 hier niks op zit. Nu staat alles gegroepeerd per module. Ik kan ook alles gaan groeperen per groep. Er zijn een aantal standaardgroepen die erin zitten. Dus gelijkvloers, verdieping, buiten zijn standaardgroepen die erin zitten. Ik kan er ook nog een paar bij maken. Dus ik ga er een aantal bij maken nog. Hè. Dus ik zeg hier nieuwe groep. Nieuwe groep. Ik ga ook eentje maken voor de screens. En ik heb een ventilatiesysteem ook, dus ik maak nog eens een nieuwe groep. Ja, natuurlijk, hier moet ik een beetje naar links en rechts scrollen, omdat ik mijn beeld kleiner gemaakt heb. En dat is voor mijn ventilatie. Uitgangen in groepen gaan zetten. Twee manieren. Ik kan dat hier, zou ik dat kunnen doen. Eén voor één allemaal in groepjes gaan zetten. Maar ik kan ook gewoon slepen. Dus drag-and-drop principe gewoon toepassen. En één voor één slepen, of ik kan er verschillende tegelijkertijd via de Windows-commando's, via de Shift-toets of via de Control-toets, kan ik er verschillende tegelijkertijd. Dus ik doe nu met de Shift-toets, inkom tot bureau, voilà. Mijn voordeur, dat is dan buiten, badkamer, dat is op verdiep, garagepoort, laat ons zeggen dat dat ook buiten is. Mijn twee screens, die moeten naar de screens. Ventilatie, oké, dat is weer de ventilatie. Wat hebben we dan nog? Woonkamer en eetkamer zetten we gelijkvloers en slaapkamer, nachthal, inner circle. Voilà. Zo heb ik eigenlijk alles nu gegroepeerd. Dus groeperen, ja, het beste dat je dat allemaal direct goed opbouwt. Want straks ga je zien bij knoppen, als je knoppen configureert, ga je altijd ook moeten selecteren. Je selecteert je groep. In die groep selecteert je dan de uitgang en dan selecteert je wat je ermee wilt doen. Als alles nog niet in groepen zit, is dat uiteraard een beetje meer zoekwerk naar uw gewenste uitgang. Hè? Want ja, dan staan ze allemaal in een heel lange lijst. Als ze al gegroepeerd zijn, is het al iets makkelijker voor u om, het, om alles terug te gaan vinden. Hè? Dus dat zijn mijn uitgangen. Je ziet dat daar ook nog, ja, hier, ja, mijn groepen staan erin. En dan mijn icoon die ik kan gaan kiezen. Dus ik zou eventueel kunnen zeggen van, oké... dat is een licht, dat is een verbruiker, ventilatiesysteem en zo verder. Om, ja, die icoontjes, dat is eigenlijk wat dat dan straks in de applicatie wordt weergegeven. Dus ik kan alles gaan aanpassen naar de gewenste icoontjes. De andere acties die ik hier kan doen, kom ik straks op terug in de oefeningen. Hè. Ik ga eerst mijn knoppen inscannen. En dan gaan we eigenlijk gericht een paar oefeningen laten zien. Allee, een aantal toepassingen laten zien. Dus ik ga naar knoppen. Mijn knoppen gaan toevoegen. Je ziet er wel een plusknopje staan. Dat is eigenlijk om, ja, ik kan al virtueel knoppen gaan toevoegen en achteraf die gaan toekennen.
maar ik ga dat niet doen. Ik ga gewoon de knoppen scannen. Dus ik zet mijn software in scanmode. En dan moet ik nu op dit moment eigenlijk op alle knoppen gaan duwen die aangesloten zijn op mijn installatie. Dus in dit geval is dat met een touchbutton die ik eerst een keer moet wakker maken. Ja, je ziet het niet zo heel goed door de lichtinval. Maar hier heb ik dus 6 knoppen op en dan nog een keer 6 knoppen als ik op het slider duw. Dus ik ga die 1 voor 1 inscannen. Dus mijn eerste is binnengekomen. Je hebt ook een tuut gehoord. Ja, de knop, als hij wordt de eerste keer ingescand, zal hij 1 keer tuten mijn PC. Wordt hij ingescand en hij is al ingescand geweest, zal hij 2 keer tuten. Dus ik ga nu nog eens mijn eerste knop inscannen. Dus nu tuut hij 2 keer, wil zeggen van die knop is al gekend. Dus je ziet ook dat hij hier binnengekomen is. Die naam noemt standaard knop 1 tussen haakjes 1, dat wil zeggen op module 1 dat hij aangesloten is fysisch. Ik kan die namen direct hier gaan wijzigen. Dus ik zou eigenlijk mijn software in eventjes mijn PC op de wifi aansluiten en zo dan via de wifi in het huis rondlopen en mijn knoppen gaan scannen en direct gaan hernoemen. Kan ik doen. Of je laat je PC staan en je gaat in een bepaalde volgorde gaan duwen, dat je dan natuurlijk achteraf nog moet weten van oké, in welke volgorde heb ik geduwd voor je achteraf je knoppen te gaan hernoemen. Hè. Het is ook wel belangrijk, een knop hernoemen ja, moet in principe niet, maar ja, het maakt het wel voor je eigen gemakkelijker om achteraf, als je knoppen gaat configureren, dat je weet over welke knoppen je praat. In dat geval ook, ik zie dikwijls bij klanten ook dat de klanten hun knoppen een naam toekennen met de functie dat later gaat doen. Dus neem nu een knop in je garage en je noemt het garagelicht. Natuurlijk, het is altijd beter van de knop te gaan benoemen met de fysische plaats waar hij staat. Want als je daar later een andere functie wilt aan toe kunnen kennen, ja, dan noemt hij garagelicht. Maar je kunt evengoed 3 knoppen staan in je garage die je garagelicht gaan bedienen. Dus dan noem je 3 keer garagelicht. Maar ja, welke knop is wat? Dus je kunt dan beter zeggen, de ene is garage naar berging, de andere is garage aan poort en zo verder. Dus altijd beter van een fysische plaats toe te kennen. Dus ik ga mijn knoppen inscannen. Ik ga ze allemaal achtereen inscannen. Dus dat zijn de eerste 6. Voilà. Dus dat zijn mijn 12 knoppen van een touchbutton. Eventueel, ik heb hier ook nog een knopje hier op de massadata aangesloten van de 10 volt. Dus ik zou hier ook nog een keer dat knopje kunnen inscannen. Dat is een ID gewoon. Voilà. En dat zit dan op mijn tweede module. Dus ik sluit dat. En nu ga ik mijn knoppen gaan hernoemen, omdat ik de juiste volgorde weet. Dus TB, dat is altijd, ja, ik koort dat af, dat is een touchbutton. Dus touchbutton van 1 tot 12 ga ik die eventjes noemen, want ik heb die straks nodig in de toepassingsjes die we gaan zien. Nee, had ik al. Dus dat is een 10. En dat is een 12. Voilà. En die is dan nog gewoon, ja, die wil ik gewoon ID noemen. Voilà. Dus ik heb mijn knoppen ingescand. En nu gaan we enkele toepassingen doen. Dus dat we knoppen gaan toekennen aan uitgangen en een aantal. Toepassingen tonen die je in een Ambiance Pro installatie allemaal kunt en die eigenlijk geconfigureerd geweest zijn of gevraagd geweest zijn door klanten die specifiek van op bepaalde projecten. Ik ga hier eventjes wachten. Knoppen zoeken. Dus hier de situaties die we eigenlijk aan klanten voorleggen van oké, als jullie zo'n demokast voor jullie neus hebben, probeer deze oefeningen te maken. Als we daardoor zijn, dan heb je eigenlijk het grootste deel gezien van wat mogelijk is eigenlijk allemaal met een Ambiance Pro installatie. Dus we gaan de eerste toepassing die ik ga tonen is eigenlijk van een aantal toepassingen van een wc-licht, wat veel gebruikt wordt, wc in combinatie met ventilatiesysteem. Dus bij het betreden van de wc beneden moet de ventilatie starten in stand 1 en 10 seconden nadraaien bij het verlaten van de wc. Dus we willen dat
als het wc-licht aangaat, ventilatie aan, als we het wc verlaten, dus we doen het licht uit, dat het nog eventjes nadraait, hè, voor de geurtjes, en daarna de ventilatie automatisch afvalt. Hoe gaan we dat nu gaan doen? Ik ga naar uitgangen. We waren bezig voor mijn wc beneden, dus we gaan wc beneden nemen. Ik kies actie bij aanzetten, want het gaat over de wc beneden. Hè. Dus hier zie je altijd over welke uitgang het eigenlijk gaat. Bij de actie bij aanzetten van mijn wc beneden wil ik mijn ventilatie in stand 1 gaan starten. Dus gewoon aan. Wc aan, ventilatie aan. En actie bij uitzetten van mijn wc-licht. Ga ik nu mijn ventilatie stand 1 uitzetten, maar met een vertraging. 5 seconden of 10 seconden, maakt niet uit. Niet te lang laten duren. Voilà. Dus dat is mijn toepassing. Nu ga ik dat... Ik wil dat oproepen met een knop uiteraard. Dus ik ga een eerste knop nemen om mijn wc-licht te schakelen. Dus met mijn eerste knop schakel ik mijn wc-licht. Standaard, dus ik kies mijn groep. Ik kies mijn uitgang in mijn groep. Ik kies de actie, schakelen. Standaard wordt de schakelactie ingevuld, omdat dat eigenlijk de meest voorkomende functie is die gebruikt wordt. De andere functies die er zijn, uit of aanzetten. Natuurlijk, als je iets uit of aanzet, ja, heb je een andere actie nodig om het weer de omgekeerde actie te laten doen. We hebben een aantal knipperfuncties. Knipperfuncties is meer, ja, wordt dikwijls aan gebruikt bij toepassing, bij een paniekfunctie bijvoorbeeld. Hè. Als er een panieksfeer wordt opgeroepen om hier en daar wat lichten te laten knipperen als afschrik-effect. Pulsvolger, ja, dat is eigenlijk de knop mijn puls laten volgen, om het zo te zeggen. Hè. Dus zolang ik duw op de knop, zo lang wordt de uitgang geschakeld. En dan hebben we de functie aandetectie via PIR. Dat is eigenlijk een aan vertraagt uit. Een standaard timer is 90 seconden. Dus dat is voor een PIR. Je zou zeggen, van, je kunt dat ook met een gewone aan vertraagt uit. Hè. Moest ik hier aan vertraagt uit selecteren, zou dat ook kunnen. Maar als je die functie bij een PIR aandetectie via PIR gaat selecteren, dan kan dat overroeld worden door een andere actie. Dus dat wil zeggen, ik heb een PIR ergens... Voor buitenlicht of zoiets, of een externe bewegingsdetector. En ik heb daar de functie aan detectie via PIR aangezet. Dat wil zeggen, elke keer als er iemand beweegt, gaat het licht aan, automatisch uit na 90 seconden. Maar stel nu dat we dat op een avond, we hebben een barbecue of zoiets, en we willen dat dan uiteraard niet laten gebeuren, dat dat licht constant aan en uit gaat, afhankelijk van dat er iemand wel of niet beweegt. Dan kunnen we dat licht manueel gaan aanzetten met een andere bediening, met de knop of via de smartphone of tablet. En dan op dat moment wordt die in een PIR eigenlijk overroeld, als je die functie aandetectie via PIR gebruikt hebt. Het wordt overroeld zolang dat die een uitgang aanstaat. Dus als die een aangezet wordt op een andere manier dan via die PIR. Als je dat dan weer gaat uitzetten via de smartphone of zo, of via een andere knop, dan gaat de PIR weer zijn functie opnemen. Dus dat is die aandetectie via PIR. Maar, eventjes een zijsprong. Dus voilà, mijn knop, eerste knop, wc beneden, ik ga dat exporteren. Dus nu wordt al mijn informatie geëxporteerd, hè. Zowel de aanpassing die ik in de uitgang gedaan heb, als de aanpassing van mijn knop. Nu, dus ik ga hier mijn eerste knop bedienen, dus je zult zien dat mijn wc-licht aangaat. Mijn wc-licht gaat aan, mijn ventilatie start mee op. Ik doe mijn wc-licht doe ik uit, mijn ventilatie blijft nog eventjes aan gedurende die 5 seconden en valt automatisch af. Dat is een eerste voorbeeldje. Tweede voorbeeldje, ja, trekt er een beetje op, maar we willen bijvoorbeeld niet dat de ventilatie aan is terwijl we daar zitten. Hè. We willen op ons gemak op het toilet zitten, we willen daar geen lawaai in de achtergrond. Dus de ventilatie start pas na het verlaten van de wc en valt 10 seconden later weer uit. Dus we willen eigenlijk enkel en alleen ventilatie nadat we het wc-licht hebben uitgedaan. Hier verandert niks aan, hè. Dat is, mijn knop blijft hetzelfde. Ik ga naar mijn uitgangen, wc beneden. Ik doe hier de actie weg. Dus via het vuilbakje doe ik de actie weg. Bij actie bij aanzetten doen we niks. En actie bij uitzetten van de wc-licht doen we nu mijn ventilatiestand eerst aan. En dan zie je dat ik hier ook nog andere mogelijkheden heb. Dus we gaan hem vertraagd gaan uitzetten. Dus iets anders dan de eerste toepassing waar ik mijn ventilatie mee opstart met het aanschakelen van het wc-licht, gaat dat nu dus
beeld even laten zien. Dus nu als ik op de knop duw, wc licht aan, ventilatie, gebeurt niks. Wc licht uit, ventilatie gaat aan met een timer van 5 seconden en valt uit. Dat is een volgende toepassing. Een andere toepassing zou nog kunnen zijn... Bij het betreden van het wc beneden moet de ventilatie eerst starten instanteen. Dus zolang dat we eigenlijk het licht aandoen, zolang dat we op het wc zitten, willen we het ventilatie starten instanteen. Hè, dat lichtjes ventileert. En dan als we het wc-licht dan uitdoen, als we uit het wc gaan, dan willen we het eventjes laten boosten naar stand 2 gedurende 10 seconden. Voilà. Dus... Hier terug actie bij aanzetten gaan we nu wel terug inzetten. Hè. Dus we gaan het ventilatie op stand 1 laten aangaan. En gaan we bij het uitzetten van het wc-licht, we zijn al over het wc-licht bezig, gaan we het op ventilatie stand 2 zetten. En hier een vertraging opzetten van 5 seconden om het niet te lang te laten duren. Dat is één ding. Uiteraard, nu dat ik met mijn twee verschillende ventilatiestanden zit, mag ik wel niet vergeten, zoals bij screens ook, als je over een ventilatiesysteem spreekt, of screens of rolluiken of zo, dan weet je dat er altijd de verschillende uitgangen mogen niet tegelijkertijd bediend worden. Dus stand 1, 2 en 3 mogen niet tegelijkertijd bediend worden. Screen op, screen neer of rolluik op, neer mogen niet tegelijkertijd bediend worden, want de motor van de rolluiksturing of screensturing of ventilatiesturing kan dat niet verdragen. Dus wat moeten we dan doen? We moeten eerst nog naar het ventilatiesysteem zelf gaan. Dus ik ga hier naar ventilatiestand 1. Actie bij aanzetten en actie bij uitzetten moet ik hier niks doen, maar we hebben hier nog een andere functie, uitgangen vergrendelen. Dat is bij elke uitgang dat je die mogelijkheid hebt. En wat kun je dan doen? Je kunt één uitgang met één andere uitgang vergrendelen. Dus dat is straks bij de screen toepassing of de rollout toepassing. Maar je kunt ook in het ventilatiesystemen één uitgang met twee andere standen gaan vergrendelen. Dus ik ben nu bezig over mijn ventilatiestand 1. En ik ga die nu gaan vergrendelen met mijn 2. En ik ga die ook met mijn 3. Dus die is met die twee andere standen vergrendeld. Als ik nu naar mijn 2 ga, dan gaat je hier zien bij uitgang vergrendelen dat het al vergrendeld is met uitgang 1. Hè, omdat ik de omgekeerde beweging al gedaan heb. Dus nu ga ik mijn 2 met 3 gaan vergrendelen. En bij 3 zult je dan zien... dat de twee standen al vergrendeld zijn door mijn twee vorige aanpassingen. Ik ga dat nu exporteren, dus mijn ventilatiestanden zijn vergrendeld en ik heb de aanpassing gedaan met mijn wc-licht dat ik twee verschillende standen ga laten ventileren. Dus ik duw mijn wc-licht aan, wc gaat aan, ventilatie stand 1. Ik doe mijn wc-licht uit. Dus je hebt gezien... Die in uitgang is eventjes uitgegaan en we zijn naar ventilatiestand 2 gegaan en die is ondertussen ook wel weer afgevallen. Dus bij een vergrendeling is het zo dat altijd eerst de uitgang dat opstond uitgezet wordt. Eén seconde verschil ongeveer zit daar dan op en de andere uitgang wordt aangeschakeld. Dus dat is eigenlijk een beveiliging dat daarop zit tussen op en neer, omdat sommige systemen dat ook niet aankunnen om direct van de op naar de neer te gaan of van de neer naar de op. Of hier is het ventilatietoepassingen. Dus daar zit een kleine vertraging op. We hebben daar speciaal een vertraging laten opzetten tussen op- en neergaande beweging of tussen de verschillende ventilatiestanden. Dus eerst uitschakelen van de bestaande stand en dan aanschakelen van de nieuwe stand. Dus tot zover die verschillende wc-toepassingen. Een volgende toepassing... is voor het mijn inkomlicht gaan we nu doen. Hè. Dus nu, wat is er gevraagd? De knop voor het licht van de inkom zorgt ervoor dat het licht wordt aangezet en automatisch uitschakelt na 10 seconden. Dus een trappenhuisautomaat. Dit zou een functie kunnen zijn in combinatie met een dobespier. Dus we willen eigenlijk dat we een inkomlicht kunnen aanzetten en dat die automatisch altijd gaat uitvallen. Dus dat we het licht niet kunnen vergeten uit te zetten. Dus wat gaan we doen? Dus we gaan een... terug naar mijn software. In dit geval ga ik naar de knoppen, want ik ga die functie toekennen aan de knop. Ik kies in eerste functie, dus je ziet er altijd staan, eerste functie, tweede functie. Ik ben nu met de eerste functies bezig, dus ik kies in eerste functie gelijkvloers inkomlicht.
En ik wil niet dat de functie schakelen is, maar ik wil dat de functie aan vertraagd uit is. Ja, ik neem nu al het 5 seconden om dat we niet te lang moeten wachten. Dus ik exporteer dat. En nu zullen we zien, ik duw op mijn tweede knop. Mijn inkomlicht gaat aan en na 5 seconden automatisch uit. Als ik het aanduw, ik duw het nog eens aan, ik duw het nog eens aan. Die timer wordt telkens natuurlijk opgeteld, dus nu gaat mijn inkomlicht iets langer aan blijven. Dus, allez, mijn timer wordt gereset, zogezegd. Dus telkens als er, als mijn pier zou zijn, telkens als er beweging zou zijn, of in dit geval telkens als er een knop wordt geduwd, wordt die 5 seconden opnieuw opgestart. Dus dat is die toepassing. Dan een volgende vraag zou dan kunnen zijn van hetzelfde als die vraag, maar nu wel de mogelijkheid om het licht manueel uit te schakelen voor het aflopen van de timer. Dus we willen eigenlijk hetzelfde, maar we willen eigenlijk niet het enkel kunnen aanschakelen, want in dit geval kunnen we er niet manueel tussenkomen. Het is gewoon, we moeten de timer afwachten. Nu willen we er manueel tussenkomen. Dus eigenlijk hetzelfde als hier, maar niet aan. Maar nu willen we schakelen met een vertraagd uit. Dus dat is een toepassing dat misschien voor een berging of zo wordt gebruikt. Een berging is een plaats waar dat we dan veel komen voor eventjes. We doen het licht aan, we zijn iets gaan halen, we hebben ons handen vol. We zeggen van het licht blijft aan, we zullen het straks wel uitdoen, maar we vergeten het uiteraard. Dus daar kan die vertraagd uit wel handig zijn. Dus als we het licht vergeten uit te doen, dat het wel achter onze rug nog uitgaat. Dus hier in dit geval schakelen. Hè. Elke keer als ik duw, aan, uit, aan, uit, aan, uit. Doe ik het aan, vergeet ik het uit te zetten, dan gaat hij toch na x aantal seconden vanzelf uitgaan. Nu enkele toepassingen voor screens. Dus de eerste is iets dat we altijd moeten doen bij screens of rolluiken. Zorg ervoor dat de uitgangen voor de sturing van de screens nooit samen bediend kunnen worden. Dus dat is die vergrendeling uiteraard. Hè. Dus we gaan die vergrendeling erin steken. En een volgende gaan we ook direct meenemen. De motoren van de screens mogen nooit langer dan 30 seconden aangestuurd worden. Dit is de maximale looptijd. Dat ga ik jullie direct tonen. Dus bij screens, mijn screen op, ga ik nu vergrendelen met mijn screen neer. En de omgekeerde bewerking wordt ook direct uitgevoerd, omdat ik het al ingesteld heb bij de ene, dus wordt het ook ingesteld bij de andere. Die maximale looptijd zie je er direct staan, dus de volgende vraag was om die maximale looptijd te verkorten. Wat is die maximale looptijd? Screens of rolluiken die stoppen uiteraard op hun eigen einde loop, op de einde loop die in de fabriek is ingesteld. Wij zijn niet op de hoogte daarvan natuurlijk dat die screen gestopt is, dus wij zetten daar een maximale looptijd in. Dus eigenlijk, dat is een automatische afvaltijd van de relais, moet het eigenlijk zien. Moest die de looptijd niet instellen, dan is die relais eigenlijk continu bekrachtigd voor niks. Dus wij stellen een maximale looptijd in. Je kunt die meer of minder instellen, maar hou daar gewoon rekening mee als je dat instelt. Dat je die altijd langer instelt uiteraard als de tijd die nodig is om je screen of rolluik volledig naar boven of volledig naar beneden te sturen. Want ja, anders zou de screen of rolluik ergens halverwege blijven hangen. Dus dat is maximale looptijd. We gaan ook twee knoppen nemen, want dat is eigenlijk de volgende vraag. Twee knoppen om die screens te gaan bedienen. Dus ik ga knop 3 en 4 nemen. Dus ik selecteer mijn groep screens. Ik ga mijn screen op gaan selecteren. Standaard functie is schakelen. Als ik het op schakelen zet, dan kan ik het ook onderweg gaan stopzetten. Als ik mijn screen naar beneden doe of naar boven doe en ik zeg van ik wil het toch halverwege stoppen, duw nog een keer op de knop. Mijn screen stopt op de plaats waar wanneer ik dat geduwd heb. Dus dat is mijn screen op en mijn andere is mijn screen neer. Exporteren. En als ik nu duw op de knop, dus hier wordt mijn screen op bediend of mijn screen neer.
En als ik dan op een andere knop duw, gaat eerst die uit en dan die wordt aangeschakeld. En maximale looptijd staat nu nog op 60 seconden. Dus straks, als mijn screen helemaal naar beneden of naar boven is, na x aantal tijd, na die 60 seconden of die 30 seconden, zal mijn screen dan automatisch afvallen. Maar belangrijk dat die vergrendeling er is, dat je ze niet tegelijkertijd kunt bedienen. Dat de ene eerst uitgeschakeld wordt voordat de andere wordt aangeschakeld. Dus dat was de vraag. Knoppen, touch 8 en 9. Oké, hier is dat 3 en 4. Schakelen de screens. Wijzig iets zodat de screen wordt aangestuurd zolang op de knop wordt gedrukt. Ja, dat is de functie dan. Pulsvolger, die ik daarnet getoond heb. Dus we gaan mijn screen op. Niet gaan schakelen. Maar sommige fabrikanten van screens of rolluiken die vragen dat er eigenlijk een pulsje wordt gegenereerd om het te activeren of de functie pulsvolger, dus dat de puls moet blijven om de screen of rolluik te sturen. Dus dat is nu de functie pulsvolger, ga ik eventjes. Ondertussen is mijn screen hier automatisch, is mijn relay hier automatisch uitgevallen. Dus ik ga nu de pulsvolger functie tonen. Enkel voor die eerste is dat dan, dus dat is die knop. En je ziet dat eigenlijk mijn relay hier, die relay, die blijft aangetrokken zolang ik duw. Dus altijd als ik kort duw, pulsjes altijd. En als ik lang blijf duwen, volgt mijn puls eigenlijk. Dus nu hij blijft aan, ik stop, ik los, de relay valt uit. Volgende toepassing is voor een garagepoort. De motor van de garagepoort moet aangestuurd worden met een puls van 3 seconden. Zorg ervoor dat deze uitgang altijd op deze manier functioneert. Hier in dit geval, het laatste zinnetje hier, is belangrijk om te weten hoe je het moet configureren. Dus we moeten ervoor zorgen dat de uitgang altijd op deze manier functioneert. Enkel de eerste zin zou je eigenlijk op twee manieren kunnen configureren. Je zou het bij de knop kunnen configureren. Dus moest ik een knop, ik kies een volgende knop voor mijn garagepoort. Die hier zit. En ik zou kunnen zeggen aan vertraagt uit 3 seconden. Als ik dat verstuur, gaat die knop zo werken. Dus hij gaat mijn garagepoort telkens met een puls bedienen van 3 seconden. Natuurlijk, die laatste zin van daarjuist, zorg ervoor dat het telkens zo werkt. Dat gaat niet het geval zijn, want dat gaat enkel zo werken met die knop. Dat wil zeggen, als ik een andere knop heb dat mijn garagepoort bedient, gaat het daar, als ik dat niet geconfigureerd heb, constant aangestuurd worden. We dienen mijn garagepoort met de app of met via Fermax. Dan gaat ook mijn garagepoort constant aangestuurd worden op deze manier. Dus wat moeten we eigenlijk gaan doen? We moeten dat gaan begrenzen, gaan afblokken, dat dat niet op een andere manier ook kan gebeuren. Dus moeten we het in de uitgang zelf gaan configureren. Dus hier garagepoort en hier kan ik gaan selecteren uitgang altijd als puls sturen. Dus dan zet ik dat hier op 3 seconden. Mijn knop. Mag ik gewoon schakelen zetten? Maakt niet uit wat ik hier zet. Het is begrensd via mijn uitgang, dus ik exporteer. En als ik hier op mijn vijfde knop duw, gaat mijn garagepoort aan voor, ja, is te laat, 3 seconden. Dus die relay hier, 3 seconden aan. En dat gaat altijd zo werken of ik het nu bedien via die weg, of ik bedien het via de software of wat dan ook, die gaat altijd na 3 seconden automatisch afvallen. Nu een paar toepassingsjes voor dimmer. Mijn woonkamer, programmeer een knop om het licht in de woonkamer te schakelen en manueel te dimmen bij lang drukken. Dus ik pak een knop om mijn licht van mijn woonkamer, dus woonkamer zit bij gelijkvloers. Woonkamer, op het moment dat ik erop klik, zie je bij de eerste functie, standaard functie schakelen. De tweede functie wordt standaard manueel dimmen ingesteld. Dus bij een dimmer is het zo, als je een dimuitgang gaat configureren bij een knop, wordt standaard functie, tweede functie eigenlijk ingevuld manueel dimmen. Dus je moet dat niet zelf gaan doen, het staat er standaard in. De eerste functie kun je het dimniveau gaan regelen en gaan bepalen. Dus dat wil nu zeggen, met die knop 6, TB6, ga ik elke keer als ik daarop duw, op die knop,
de lamp aan 100, allee, de eerste functie opzet, gaat hem altijd op 100% opgaan en daarnachter kan ik. Wilt je dat hem elke keer op 50% opspringt? Oké, dan pak je hier gewoon het dimniveau, zet je dat op 50% en dan is dat ook zo. Dus nu ga ik dat hier exporteren. En ik neem mijn zesde knop. Ik doe mijn eerste licht eraan. Dus onderaan zit je het lampje gaan branden. En als ik lang duw, ga ik op en neer dimmen. Dus nu dim naar beneden, ga weer naar op. Dus zolang dat ik eigenlijk blijf duwen, gaat hij ook blijven op en neer dimmen. En als ik dan stop op een bepaald punt, is hij nu nog zachtjes aan het branden. Dus hij is nu gedimd op een bepaald percentage. De volgende toepassing is in de eetkamer programmeer knop touch 11 om het licht in de eetkamer te schakelen naar 40% en te schakelen naar 100%. Dus nu willen we eigenlijk met één knop naar twee voorgeprogrammeerde waarden gaan. Het zij 40%, het zij 100%. Dus niet manueel gaan dimmen, maar zeggen van oké, ik druk kort 40%, ik druk lang 100%. Dus we nemen een knop. Een volgende knop. Voor mijn eetkamer. Dus hier gaat eerste functie 40% en tweede functie niet manueel dimmen, maar ik wil, hier heb je de keuze, ja, zou ik ook schakelen nemen, dan heb je natuurlijk het nadeel, laat ons zeggen, eerste functie, ik druk op mijn knop, hij gaat naar 40%, druk ik lang, als ik de schakelfunctie neem, dan gaat hem eerst uitgaan, hè, vermits, ja, hij was aan, dus hij gaat eerst uit. Druk je dan nog eens lang, dan gaat hem naar 100%. Dus eigenlijk, gemakkelijker zou hier zijn als we de functie aannemen naar 100%. Dus dat de eerste functie kunnen we dan altijd aan-uit doen. Als we hem aanzetten is het 40%. Duwen we nog eens, gaat hij uit. Duwen we nog eens 40%. Duwen we op dat moment lang, gaat hij naar 100%. Duwen we kort, gaat hij uit. Dus ik ga het jullie direct demonstreren. Dus exporteren. Dus, wacht. Ik ga eerst de dienen uitzetten. Dus knop 7. Ik zet die op. Dus onderaan ziet je daar een lamp een beetje branden naar 40%. Ik duw nog eens, hij gaat uit. Het schakelen gewoon. Dus ik duw hem naar 40%, gaat aan. Duw ik nu lang, gaat hij naar 100%. Duw ik kort, gaat hij weer uit. Duw ik van de eerste keer lang, gaat hij naar 100%. Duw ik kort, gaat hij uit. Duw ik nu kort, gaat hij naar 40% uiteraard. Dus eerste functie 40%, tweede functie 100%. De volgende ga ik eventjes overslagen. Dus er zijn een aantal toepassingen met diminstellingen te spelen, met de soft start, soft stop. Maar ja, dat kan ik toch niet goed tonen met die lampjes hier aanwezig. Maar ik ga wel eventjes de diminstellingen overlopen. Dus elke uitgang van een dimmer kun je een bepaald aantal diminstellingen gaan doen. Dus ik ga die wel eventjes overlopen. Dus als ik naar de uitgang ga, dus ik ga naar de uitgang van een dimmer. Een dimmer... woonkamer bijvoorbeeld, dan zie je bij een dimmer heb je hier een knop dimmerinstellingen. Ik klik daarop. Wat zie je daar allemaal? Eerst snelheid manueel dimmen. Staat ernaast. Dat is eigenlijk de tijd die je nodig hebt om van 0 naar 100% te gaan en terug naar 0. Dus eigenlijk het lang duwen dat ik daar juist gedemonstreerd heb, dat is ongeveer 2 seconden in dit geval. Dus op en neer, dus je kunt die snelheid gaan regelen. Je kunt die langer zetten. Als je wilt dat het trager op en neer dimt, kun je bij elke uitgang afzonderlijk gaan regelen. Minimumniveau, maximumniveau, 0, 100%. Standaard staat dat zo ingesteld. Bij gloeilampen vroeger, of retrofitlampen ook waarschijnlijk, en halogeenlampen, is dat geen probleem, omdat een puur resistieve belasting, die hebben een mooi lineair dimgedrag. Van 0 naar 100%. Onze dimmer is eigenlijk een 100 staps dimmer, dus die dimt lineair van 0 naar 100 en terug. En bij halogeenlampen of zo ziet je dat eigenlijk ook mooi dimmen en is eigenlijk elke stap gelijk.
Zowel in de ondergrenzen als in de bovengrenzen ga je geen verschil zien. LED-verlichting daarentegen dimt zeker niet lineair. Dat is te zeggen, daar is eigenlijk een hele kleine range waar dat het hele dimgedrag hem afspeelt. In de onderste regionen gaat het dikwijls hebben bij LED-verlichting dat begint te flikkeren of begint op en neer te gaan of zo onder een bepaald percentage. En boven een bepaald percentage, dikwijls al rond de 50-60%, ziet je eigenlijk geen verandering meer. Lijkt het alsof de lamp helemaal aan is. En daardoor eigenlijk, als je niet met die minimum-maximum-niveaus dan speelt, kan het zijn dat de klant dan soms klaagt van ik duw lang op mijn knop om manueel te dimmen. Ik zie in een hele tijd niks gebeuren. Hè. Dat is die grens van 50 naar 100% zogezegd, dat hij aan het dimmen is. Dan in een keer gaat het heel snel, het dimgedrag. Ja, tussen de 50% en de 15%, laat ons zeggen, hè, waar het meeste dimgedrag van die LED-verlichting zit. En dan in een keer begint het te flikkeren. Dus dat is die ondergrens dan weer. Dus daarom heb je de mogelijkheid om een bepaalde uitgang, afhankelijk van type LED-verlichting, je ondergrens en bovengrens te gaan optrekken of naar beneden trekken. Om dan toch die 100 stappen eigenlijk beter te verdelen. Als je nu zou zeggen, ik zet mijn minimumniveau op 15%, mijn maximum op 50%. Dus dan wordt eigenlijk tussen die 15 en die 50% daar die 100 stappen verdeeld. Waardoor dat je meer toch het gevoel krijgt dat je een mooiere lineaire curve gaat hebben. Dus daarom, minimumniveau, maximumniveau, kan soms wel van belang zijn bij bepaalde types van LED-verlichting. Soft start, soft stop. Je hebt hier juist wel waarschijnlijk wel al gezien dat die lampjes zachtjes aangaan en zachtjes uitgaan. Dat zijn die soft start en soft stop instellingen. Je kunt daar met bepaalde parameters nog gaan spelen, dat je die nog trager laat aangaan en nog trager laat uitgaan. Of je kunt dat gewoon door dat vinkje weg te doen gaan uitzetten, waardoor dat een lamp gewoon, zoals bij een relais, naar 100% gaat en naar 0% gaat bij het opstarten. Dat gaat niet over manueel dimmen, het gaat over het opstarten. Dus dat zijn die soft start en soft stop niveaus. Dus je kunt dat per uitgang gaan instellen. En als je op allemaal dezelfde type uitgangen hebt, kun je dat ook gaan kopiëren en plakken naar de andere uitgangen. Dat is eigenlijk het belangrijkste dat je moet weten over die diminstellingen. Maar dat ga ik hier nu eventjes overslaan. We gaan naar de sferen direct. Allee, hier nog één toepassing, komen eten. Gebruik de tweede functie van knop touch 3, keukenlicht, om het licht van het bureau te laten knipperen gedurende enkele seconden. Een knipperfunctie een keer demonstreren. Ik kies een knop, maakt niet uit welke knop. En ik ga hier mijn keukenlicht, zoals gevraagd, tweede functie is gevraagd. Ik ga hier niks zetten dan. Dus mijn tweede functie, het lang duwen. Ga ik mijn keukenlicht enkele keren laten knipperen. En ik heb dan de keuze knipperen en aan. Hè. Dat wil zeggen, na het knipperen gaat mijn lamp aanblijven. Knipperen en uit gaat mijn lamp uitblijven. Of knipperen en starttoestand, dan gaat mijn lamp weer in dezelfde toestand als ervoor gaan. Dus ik ga dat nu selecteren. Knipperinterval is de frequentie van het knipperen. Hè. Hoe snel het knipperen moet gaan. En stopknipperen is, na x aantal seconden moet het knipperen stoppen. Dus ik ga dat hier een beetje vergroten. En versturen. En dus nu, wacht, even terug verkleinen. Dus met een knop 8 nu in dit geval, dacht ik dat het was. Ja. Dus tweede functie, als ik daar lang op duw, dan begint mijn licht hier te knipperen en na een tijdje gaat het stoppen met knipperen en in de starttoestand, de uittoestand dan. Voilà. Dus dat is de knipperfunctie. Nu een sfeer. We gaan een sfeer maken en alles uit. Dus maak een sfeer die alle uitgangen uitschakelt behalve ventilatie en rolluiken. Bedien deze sfeer als een tweede functie van een bepaalde knop. Oké. Okay. Sferen, dus we gaan naar de volgende menu. Aan de rechterkant hier gaan we een sfeer gaan toevoegen, want ik heb nog geen sferen, dus ik ga een sfeer toevoegen. Een nieuwe sfeer, die gaan we een naam geven, hè. Dus dat is met een alles uit. Wat kunnen we nu gaan doen? We gaan hier ook weer moeten verslepen, zoals dat we daar juist bij de groepen gedaan hebben. De uitgang in groepen zetten was het verslepen, nu gaan we ook verslepen. Maar we gaan hier wel naar de juiste acties moeten verslepen. Dus, oftewel aanacties, uitacties, schakelacties. Dus in dit geval gaan het uitacties zijn. Dus ik zou het één per één kunnen gaan verslepen, wc beneden. Maar ik kan ook hier weer
met mijn shift-toets verschillende gaan selecteren. Hè. Dus ik ga hier van inkomt de badkamer, sleep die naar hier. Ja, mijn garagepoort moet daar niet bij, mijn screens en ventilatie ook niet bij. En hier ga ik ze ook allemaal gaan verslepen. Je kunt ook de volledige groep gaan nemen en gaan verslepen, kan ook. Hè. Dus voilà, dat is nu gevraagd. Hè. Dus met alles uit. Die sfeer, alles uit hebben we nu, dus die gaan we ook aan een knop toekennen. Dus we gaan hier een knop nemen, met een 9 dan. Die eerste functie, tweede functie was gevraagd om, ja, sferen, alles uit en paniekknoppen worden dikwijls achter een tweede functie geplaatst om ze niet toevallig op te roepen. Hè. Dat je, ja, een eerste functie is gewoon duwen zoals je gewoon bent. Een tweede functie is echt, ja, geforceerd langer gaan duwen eigenlijk. Hè. Dus ja, dat is dan moeilijker om dat per ongeluk te gaan oproepen. Dus nu zijn er sferen bijgekomen hier onderaan. Hè. Dat stond er daar juist nog niet, dus omdat ik er nog niet aangemaakt had, nu wel. Dus sferen, ik selecteer sfeer alles uit. Ik exporteer dat. Ik ga eerst een aantal lichten aandoen. Wacht, waar zitten er hier lichten? Dus hier zit iets. Daar zit iets. Een aantal lichten aangedaan, dus nu de alles uit zit op de tweede van de 9. Dus ik duw alles uit en nu alle lichten worden uitgeschakeld. Ja, hier wordt mijn ventilatie aangeschakeld, maar ja, dat heeft te maken met dat wc-licht dat ik eruit gedaan heb. En voor de rest, alle lichten zijn uitgegaan. Dus dat is gewoon met een sfeer alles uit. Een volgende vraag kan zijn... alles uit met bevestiging. Dus laat het licht van de inkom tweemaal knipperen als bevestiging van alles uit commando. Soms kan het zijn dat je in een plaats staat waar dat je dan alles uit oproept, maar dat daar de lichten al uit waren. Dus ja, je weet dan eigenlijk niet, heb ik het nu bediend of niet. Het is niet de bedoeling dat je dan natuurlijk nog een keer gaat rondlopen. Dat zou een beetje een nozel zijn. Dus daarom alles uit met bevestiging. Dus dat je eigenlijk als je in de inkom je alles uit gaat activeren, dat je daar het inkomlicht een aantal keer laat knipperen. En dat het dan ook uitgaat, het licht. Dus. Daarvoor ga ik naar mijn sfeer alles uit. En ik ga mijn inkomlicht, ik moet dat niet opnieuw gaan toevoegen of zo. Dus ik ga mijn inkomlicht nemen, uit, oké. Okay. Maar ik ga het eerst een aantal keer laten knipperen. Knipperen en uit. Ik exporteer dat. Weer een aantal lichten aandoen. Hier was iets. Ja. Die opent alles uit. Dus alles gaat uit. Mijn inkomlicht, ja, zat daar. Het heeft een aantal keer geknipperd. Het heeft niet lang geknipperd natuurlijk, maar het heeft een aantal keer geknipperd en dan uitgegaan. En de rest is ook uitgegaan. Dus dat is die alles uit met knipperen. Een volgende sfeer, verlaten woning, dus eigenlijk ook een alles uit met lichtpad. Dus dat je eigenlijk een schakel de licht in keuken, bureau, badkamer, wc, beneden, slaapkamer, eetkamer, woonkamer onmiddellijk uit. Nachtal, inkom en voordeur gaan aan en schakelen uit na 10 seconden. Dus eigenlijk op de plaats waar ik mijn alles uit oproep, wil ik toch nog dat ik daar rustig naar buiten kan gaan. Dus ik ga een aantal lichten aandoen en dan automatisch staat en uitschakelen. Dus niet in het donker staan als ik nog ergens iets moet zoeken of zo, of moet mijn sleutel nog pakken of mijn portefeuille nog pakken. Dus dat er nog een aantal plaatsen zijn waar het licht dan automatisch aangaat en dan toch wordt uitgeschakeld. Dus hier ook weer ga ik daarvoor naar mijn sfeer. Dus mijn inkom ga ik niet knipperen en uit. Ik ga zeggen aan, vertraagt uit na 10 seconden, laat ons zeggen. Dat we het toch zien. Mijn voordeur... Gaan we dat... Nee, of was het gevraagd? Nachtval. Ja, nee, ik wil het hier selecteren, uiteraard. Dus mijn nachtval aan vertraagt uit. En dan ook nog mijn voordeur, laten we zeggen. Aan vertraagt uit. Dus nu heb ik drie lichten dat, als ik mijn alles uit oproep, eerst gaan aangaan en dan 10 seconden later vanzelf gaan uitgaan. Dus exporteren. Hier ook weer een
dat licht dan aan. Het zijn nu maar twee lichten, maar ik ga mijn alles uit oproepen. Dus mijn twee lichten daar, daaronder, die gaan onmiddellijk uit. Dan zijn er een aantal aangegaan. Dus hier, hier en hier. En die gaan dan na 10 seconden automatisch uit. Die dimmer, ja, dat gaat altijd iets trager, dat is die soft stop dat erin zit. Hè. Dat die een zachtjes aan, geleidelijk aan, uitgaat. Voorbeeldje van een panieksfeer is denk ik het volgende. Hè. Dus de panieksfeer trekt de rolluiken open, doet de buitenverlichting knipperen en zet alle overlichten aan, behalve de slaapkamers. Dus we gaan een keer een paniekknopje maken. Dus we gaan een nieuwe sfeer toevoegen. Ja, daarjuist heb ik altijd die sfeer aangepast. Nu natuurlijk een paniek, gaan we dat niet doen. Dus inkom, keuken, bureau, die zitten we bij de aanfuncties. Op badkamer bijvoorbeeld ook nog, woonkamer, eetkamer en nachthal. Voilà. En mijn voordeur, dat is dan, ja, die kan ik ook bij de aan, en ik pas dat dan hier aan. Dat knipperen en aangaat. Dus die ga ik een aantal keer laten knipperen als afschrik-effect. Hier zie je ook bij visueel al, bij sferen, mijn aanacties zijn groen, daar juist mijn uitacties die waren rood. Dus je ziet ook al visueel in de sfeer wat er aan en uit gaat. Dus dat ga ik dan weer aan een knop toekennen. De 10, tweede functie. Ah, dat is de eerste functie. Ik ga mijn tweede functie zetten. Tiende knop. Tiende knop, tweede functie. Dus lang duwen. X aantal lichten gaan aan. En er is één licht dat hier ergens aan het... Deze hier is aan het knipperen. En die zal na een tijdje ook aanblijven. Voilà. Dan kan een vraag zijn van... Oké, ik heb rolluiken of screens. Om die halverwege te laten zetten. Dus maak een sfeer die de rolluiken laat zakken tot halverwege. Ja, er zit geen teller of zo op onze relaiskaart om pulsen te gaan tellen of zoiets anders. Je kunt dat wel op een andere manier bereiken. Dus een sfeer maken. Dus ik maak een sfeer. Rolluiken halverwege. Hoe ga ik dat bereiken? Ik weet natuurlijk op voorhand niet waar staat mijn rolluik. Staat mijn rolluik, staat ze boven? Staat mijn rolluik beneden? Ik praat nu eventjes over rolluiken, maar ja, ik ga het voorbeeld nemen met de screens hier. Waar staan ze? Of staan ze al halverwege? Of staan ze ergens? Dus dat weten we niet. Dus eigenlijk wat moeten we eerst doen, is mijn screen helemaal opsturen. Dus ik moet hem helemaal naar boven sturen. Dus ik moet eigenlijk weten hoe lang het ongeveer duurt, de looptijd van mijn screen. Dus dat ik zeker weet dat hij helemaal boven staat. Dus ik ga dan een out vertraagd uitzetten. Dus ja, ik ga dat nu niet te lang doen. 10 seconden, laat ons zeggen. En een keer dat hij boven staat, gaan we onze screen dan naar beneden sturen. Dus daarna doe ik mijn screen naar beneden. Maar ik mag dat natuurlijk niet direct laten gebeuren, want ja, anders gaat mijn actie van mijn screen op overruled worden. Dus ik moet een tijd vertraagd aan, ga ik hier eigenlijk moeten zetten. Dus mijn screen op heb ik 10 seconden genomen. Dus na 10 seconden gaat die automatisch afvallen. Het is pas na die 10 seconden dat ik mijn screen neer mag activeren. Dus ik pak mijn vertraagd aan. 12 seconden, laat ons zeggen. En ik ga die dan zo ver naar beneden sturen dat hij halverwege staat. Dus je moet eigenlijk dan gaan timen hoe lang duurt het om mijn rolluik halverwege te krijgen. Ik ga gewoon 5 seconden nemen. Dus. En 5 seconden vertraagd uit. Na die vertraagd aan, dus gaat dat nog 5 seconden naar beneden gaan en dan gaat hij uitgaan. Ik zet dat hier achter een knop. Voilà. Ik zal eerst een keer alles uit doen. Wat zie je dat hier, denk ik. Misschien zat alles er niet in, maar alles uit.
Wacht, hè. En dan sfeer zal ik overwegen, dus dat is die ene dan. Dus nu is mijn rolluik gaat eerst naar boven, dus voor 10 seconden tot als hij helemaal boven is. Dan valt hij uit en dan iets later gaat mijn rolluik naar beneden voor x aantal seconden om mijn rolluik dan halverwege te kunnen stoppen. Dat is die toepassing. Dan nog een laatste voorbeeldje van een sfeer. TV kijken, dus maak een sfeer die het licht in de woonkamer op 40% laat branden, het licht in de keuken en eetkamer uitdoet en de rolluik een halverwege zet. Ja, die sfeer nog, waarom? Ja, om ook te tonen dat je uiteraard bepaalde percentages kunt zetten in een sfeer. Maar dat je ook eigenlijk sferen in sferen kunt maken. Dus je kunt bepaalde sferen die je al gemaakt hebt, gaan hergebruiken in een nieuwe sfeer. Dat je niet die actie opnieuw moet aanmaken, telkens opnieuw. Hè. Dat wordt bijvoorbeeld regelmatig gebruikt bij de allesuiten. Hè. Je hebt een allesuit gelijkvloers, allesuit buiten, allesuit eerste verdiep. Dan willen we een allesuit algemeen. Ja, je moet daarvoor niet al die uitgangen terug gaan selecteren. Je kunt even gewoon zeggen van oké, mijn allesuit algemeen roept die drie sferen op. Dus we kunnen een sfeer maken. TV kijken. Waarin we de woonkamer op een bepaald percentage zetten. Dus we doen die aan, maar niet op 100%, maar we zetten die op. Zoveel procent? 40%. We doen eventueel het keukenlicht dan uit. Dus ja, je kunt een combinatie maken. Hè. Het een uit, het ander aan. En we roepen de sfeer op, rolluik en halverwege. Dus dat is een voorbeeld van een sfeer TV kijken. Ja, die ga ik nu niet demonstreren, maar gewoon weten dat het kunt. Aancommando's, uitcommando's en sfeer in sfeer ook gaan gebruiken. Dan nog één dingetje, want ik ga dat nog laten zien. En dan nog de verschillende bedieningen, smartphone en VOXS en Fermax toepassingen. Dus ik ga nog één voorbeeldje geven. Alleen één domein dat we nog niet behandeld hebben. Zijn de programmaties. Ik ga dat eventjes groter zetten, want anders zie je niet alles. Ja, programmaties kan ik toch niet direct laten simuleren, want dan moeten we te lang wachten. Dus ja, programmaties. Wat kunnen we programmaties doen? Wat ziet hier allemaal staan? Nieuwe groep is eigenlijk om een nieuwe programmatiegroep te gaan maken. Als ik daarop klik, maak ik een nieuwe programmatiegroep. Ik zou verschillende programmatiegroepen kunnen maken. Wat is het voordeel van een groep? Als je daar verschillende programmaties onder één groep zet, kan die ook in één klik allemaal gaan aan- of uitschakelen. Dus wat kan een programmatie gewoon zijn? Bijvoorbeeld van mijn buitenverlichting. Ik klik op plus om een bijkomende programmatie. Ik ga eerst een gewoon op een bepaald tijdstip doen. Dus op een bepaald tijdstip, dus om 18 uur 's avonds, wil ik. Ik kan gaan selecteren. Wil ik dat alleen maar op maandag, dinsdag? Of wil ik dat elke dag, weekend, weekdagen, weekend? Wil ik dat alleen maar in de vakantie? Kan ook. Maar ik ga nu altijd selecteren en ik wil mijn buitenverlichting aan mijn voordeur aandoen. In diezelfde programmatiegroep, oké, ik doe ze aan, maar ik wil ze natuurlijk ook wel uitzetten. Dus dat is een nieuwe programmatie. En daarin ga ik zeggen, om 23 uur doe ik mijn buitenprogrammatie van mijn voordeur uit. Dus dat is een vrij simpele programmatie, gewoon puur op tijdstip. Als we dan met zonsopgang en zonsondergang gaan werken, is het belangrijk... is te zeggen, hier in België, dus je ziet dat hier ook staan, je kunt je postcode gaan ingeven om de coördinaten te berekenen, om te weten wanneer is zonsopgang, wanneer is zonsondergang. In België gaat dat nu natuurlijk niet echt uitmaken of dat je gelokaliseerd bent in Oostende of in Gent of in Brussel. Het kan natuurlijk wel belangrijk zijn als je dan naar het buitenland of in buitenland een installatie zet, in bijvoorbeeld Rusland, daar zullen de coördinaten niet hetzelfde zijn als hier in Brussel of regio. Dus postcode ingeven, coördinaten worden gestuurd naar de programmer en die weet dan op basis daarvan wat het uur is van zonsopgang en zonsondergang. Importeert datum ziet hier ook staan, dus je kunt altijd een keer gaan kijken. Oké, ja, is mijn datum en tijd juist, maar als je installatie verbonden is met internet zal dat altijd zeker en vast juist lopen.
Nu, zonsopgang, zonsondergang. Ik ga bijvoorbeeld een programmatie tonen. Dus ik maak een nieuwe groep voor mijn luiken. Dus ik ga gaan kiezen dat als de zon opkomt. Of ik kan ook gaan zeggen na zonsopgang. Hè. Ik kan zeggen zoveel uur of zoveel minuten na zonsopgang. Uur van zonsopgang en zonsondergang ziet je hier staan. Dat heeft hij berekend op basis van die coördinaten. Ik kan ook weer gaan zeggen bepaalde dagen in de week of weekend. En ik selecteer hier mijn roep. Dus ja, rolluiken heb ik nu wel niet, maar ik zal zeggen screen. Dus bij zonsopgang wil ik dat mijn screen naar boven gaat. En ik wil ook bij zonsondergang, of als zonsondergang is misschien te vroeg, we doen dan 30 minuten erna. Dan wil ik ook dat die automatisch naar beneden gaan. Dus dat is nu een rolluik toepassing. Wat kun je nog programmeren is een simulatie eigenlijk. Een simulatie maken. Hè. Dus een simulatie om eigenlijk uw gewone gedrag eigenlijk te gaan simuleren als je op vakantie bent. Dus wat zou ik dan kunnen zeggen, als we thuis komen om 17 uur, om 17 uur komen we thuis. Ik kan die alleen maar opzetten als we op vakantie zijn. Dus we zijn op vakantie van 1-7 tot 14-7 bijvoorbeeld. En dan wil ik dat mijn inkomenlicht eens aangaat en dan... Voilà, niet vertraagd aan. Vertraagd uit, uiteraard. En 5 minuten later uitvalt. Ik ga dan naar... iets later gaan we beginnen koken. Dus ga ik zeggen, om 17:30 beginnen we normaal te koken. Dus in diezelfde periode dan, hè, als we afwezig zijn. Dan gaan we in de keuken en zijn we daar eventjes bezig. Voilà. En zo verder. Hè. Zo kun je eigenlijk verschillende uitgangen gaan doen om een avondscenario een beetje te gaan creëren tot als we gaan slapen. De rolluiken eventueel ook laten sturen. Om toch te laten zien dat er iemand thuis is. Oké, ik denk dat we daarmee ongeveer het belangrijkste gezien hebben. Ik ga de informatie nog een keer exporteren. De software zijn we door. Ik ga juist nog een PDF-export opslaan. Die ziet er dan zo uit. Hè. Dus hier heb ik eigenlijk een dossierje nu aangemaakt waar alle informatie van de modules, uitgang, knoppen en sferen staat. Dus wat staat daar dan in? Ja, module 1, wat het eigenlijk is. Minder nuttig misschien voor de eindklant, maar wat wel nuttig kan zijn, is wel mijn wc beneden ligt. Door wat wordt dat bediend? Ziet je dan bijvoorbeeld door die knop, door die sfeer? Voor mijn knoppen ziet je dan welke knop wat bedient. Hè. Wat bedient die knop? Eerste functie dat, tweede functie dat. Mijn sferen, wat zit er in mijn sfeer? Paniek. Dat licht, dat gaat knipperen. Voilà. En zo heb je eigenlijk een volledig dossier van de installatie om aan de eindklanten te gaan overhandigen van wat eigenlijk bediend wordt door wat. Om het zo toch wat duidelijker te maken. Dus dat is software. Nu, wat ik dan nog kan tonen is in eerste instantie, dus ik ga dat cameraatje waar ik mee gewerkt heb, eventjes bij de hand nemen. Om hier. Ja, dus voilà. We zitten hier op mijn telefoon. Dus de Dobis applicatie staat hier van onder. Dus die ziet er zo uit. Als ik die open, voilà, dan gaat die alles gaan importeren. Dus al mijn groepen staan er dan in. En ik zie dan wat er op mijn gelijkvloers is. Hè. Dus ik kan dan gaan bedienen. Dus achter mij begint het dan te klikken. Hè. Dus inkom keuken, wc-licht, eetkamer of gaan dimmen kan ik dan doen. Hè. Dus ik kan verschillende uitgangen aanzetten. Dus je ziet dan ook dat er verschillende uitgangen aangegaan zijn. Dus, en ik zie dan ook instant feedback. Hè. Dus als ik ergens iets anders bedien, komt dat eigenlijk ook zo
Dus er zijn verschillende groepen, zie ik hier. Mijn sferen, dus ja, mijn alles uit. Ja. Al mijn lichten gaan uit. Sommige zijn nog aan, omdat ik die aangezet heb, vertraagd uit. Ja. Paniekknop bijvoorbeeld. Voilà. En dan gaat er daar een aantal uitgangen aan en beginnen knipperen. Dus dat is een bekijk communicatie. Dus zoals je ziet, de app is eigenlijk gewoon alles gaan openen. Alles gaan importeren en instellingen. Ja, je hebt wel een aantal instellingen kan geforceerd gaan importeren, maar ja, ik heb alles en ik kan dan gewoon kiezen tussen design, donker of licht en continu status updates. Ja, dat staat hier in dit geval staat aan. Dus dat is dat. Wat kan ik dan nog tonen? Wacht, even een beetje plaats maken. De VOXS, dus hier de VOXS monitor. Van Fermax, als ik die opstart, ik ben een keer opnieuw opstarten, want nu is die al niet geïmporteerd, dus opstarten. Op de demokast hier, dus een demokast waar ook een aantal ledjes en zo verder op zitten voor onze verkopers om demonstraties te doen. Daar zit ook een touchbutton. Dus ik heb nu eventjes de spanning afgelegd, dus die VOXS, ja, moet ik eventjes wachten tot als die opgestart is. Voilà, de rode led brandt daar, dus hij is opgestart. Als ik dan het scherm aanraak, gaat hij ook de installatie gaan importeren. Dus hij is daar bezig aan het import inzichten. Dus hij importeert de installatie. En dan zie ik mijn verschillende groepen. Mijn VOXS hier is wel geconnecteerd op een andere installatie, dus daarmee gezien andere groepen. Hè. Je ziet hier gelijkvloers en RGBW. Dus hier als ik in de gelijkvloer sta, ja, moet ik wel opklikken. En hier kan ik dan mijn verschillende bedieningen doen. Hè. Buitenverlichting, daar dus wel. Dus hier gaan de lampen zijn. Hier alles wordt geïntegreerd, dus alles van verlichting, rolluiken, screens en scenario's. Dus hier zijn scenario's ook. Waar ik moet op klikken, ja, zit er nu. Dus ik heb daar bijvoorbeeld ja, de woning verlaten. De paniekfunctie, waar dan een aantal lichten gaan knipperen. Dus dat is de eerste integratie van Adobe Fermax. En dan de tweede, die staat hier. Dus dat is mijn Fermax Meet monitor. In dit geval een zwarte 10 inch. Hier staat dus de applicatie, oftewel de Pro app op, oftewel de Next app. De Next app, dat is dan voor volgende week. De Pro app, eigenlijk hetzelfde als op de telefoon. Dus installatie wordt geïmporteerd. Ja, dat is ondertussen al gebeurd. En je ziet eigenlijk de verschillende groepen en sferen eventueel staan. En hier kan ik dan ook weer alles gaan bedienen. Hè. Dus je ziet al feedback, dus bureau, inkom en zo verder staan op. Dus hier kan ik die dan gaan uitzetten. En eventueel ook mijn sferen bedienen. Paniek. En waarop hier dan ja, verschillende lichten aan en uit gaan knipperen. Oké, ik denk dat we hiermee rond zijn en dat we alles overlopen en gezien hebben. Dus ik weet niet, Steve, zet jij er ook nog? Of David, jullie nog iets toe te voegen? Ja, ik ben er zeker wel. Ik heb aandachtig geluisterd en ik beken, de meeste zaken kwamen mij zeer bekend voor. Dus ja, voilà. Ik denk dat er weinig ontbreekt aan de training. Ik hoop dat het voor iedereen even duidelijk is geweest, want het is natuurlijk 2,5 uur concentreren, terwijl je er niet zelf mee kan bezig zijn. Dus, maar ja, ik weet van de meeste mensen dat ze ook al wel iets of wat ervaring hebben gehad met het systeem. En anders hopelijk toch zeer weldra aan de slag kunnen om het niet allemaal te vergeten. Het leuke is dat deze online training is opgenomen. Stijn zal die ook beschikbaar zetten via de website, support. En dan kun je alle filmpjes terugvinden. Enerzijds van de Next, dus waarvan de trainingen volgende week gegeven worden. Maar dus ook deze training zal online beschikbaar zijn, wat betekent dat je daar ten allen tijde terug naar kan grijpen. Je kan ze ook downloaden zodat ze op de laptop beschikbaar is. Om bepaalde fragmenten even terug te gaan herbekijken. Indien dat er vragen zijn of onduidelijkheden zijn.
En dan heb je natuurlijk de trainer bij wijze van spreken op de laptop op zak. Hè. Dus ik zou zeggen, gebruik dat zeker. Dat gaat absoluut iets van pas komen. Verder heb ik daar weinig aan toe te voegen. Degene die graag nog een vraag stellen, kunnen perfect hun micro nu aanzetten. En de vraag nog even stellen. Het zij aan mij, het zij aan Stijn of aan Steve. Dus go ahead. Er is er eentje die het liever al typend doet. Ja. Mag ook. Alles duidelijk, perfect. Voilà. Kijk, als er geen verdere vragen zijn, dan mogen de mensen uiteraard de meeting verlaten. Zij die wel nog een vraag hebben, blijven gerust nog even hangen. En voor de rest wens ik iedereen nog een fijne dag en aansluitend een goed weekend. Tot ziens. Bedankt, tot ziens.